op deze veelbelovende bijeenkomst, waarbij de katholieke bonden van ouderen en de gemeente Mil en Sint Hubert een belangrijk thema hebben opgepakt. We starten eigenlijk vandaag met een heel interessant traject, namelijk te komen tot een ouderenbeleid voor deze gemeente en mogelijk ook voor de regio. En we hebben daarbij een aantal voortreffelijke gasten die ons een heleboel inspiratie mee zullen geven voor dat traject. Misschien is het goed om even mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Ben van Essen. Ik ben een Limburger, daar moet u het mee doen vandaag. Maar ik werk bij de provincie Limburg en ben daar de afgelopen 4 jaar sterk met demografie bezig geweest, ontgroening, vergrijzing. Ik ben voorzitter van de Limburgse Vereniging van Kleine Kernen, waar we dat vraagstuk ook tegenkomen. Van een welzijnsstichting Synthese, die onder andere samenwerkt met Radius. En ik ben ook nog voorzitter van een gezondheidscentrum in oprichting. Allemaal plekken eigenlijk waar de thematiek die we vandaag in de orde hebben vol speelt. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. En toen mij gevraagd, wat wil je deze bijeenkomst begeleiden? Heb ik dat vooral ook uit nieuwsgierigheid gedaan, omdat ik denk dat er vandaag veel te leren valt. Ik wens u in die zin een hele mooie conferentie. Ik wijs er nog even op dat ook degenen die niet hier zijn toch deze conferentie kunnen volgen, want de lokale omroep Mil die filmt alles en die zendt dat ook nog eens een keer uit. Dus dat is een mooie manier om alles wat er vandaag besproken wordt ook nog over te dragen naar de rest van de mensen die niet hier kunnen zijn. Daar wou ik mijn opening bij laten en ik geef graag het woord aan wethouder van Schipstal die de echte opening zal verrichten. Zit ik bijna in het donker met de laptop. Ik doe het nog ouderwets op papier. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Welkom in de parel van het centrum, zoals we dat sinds afgelopen weekend noemen. Het doet mij deugd en met mij ook de organisatie van vandaag om te zien dat er zoveel belangstellenden zijn, al zo vroeg in de ochtend, die de weg hebben gevonden naar Millesweert, om aanwezig te willen zijn bij deze conferentie. Ik wil allereerst een speciaal welkom uitspreken aan de heren Cadol en aan Dominique Faté, die hier aan, voor mij zitten, die straks allebei een presentatie zullen geven en daarmee ook een groot deel van deze ochtend zullen invullen. Beide heren zijn nauw verbonden met de Vrije Universiteit in Brussel en zullen dadelijk een lezing houden. En dat zal over het onderwerp gaan, over het ouderenbeleid, waar we de hele ochtend over gaan praten. Daarnaast wil ik de vertegenwoordigers van de diverse ouderengeledingen en van de gemeenteraden uit onze eigen gemeente en uiteraard ook vanuit de regio welkom heten. En in het bijzonder ook de organisatoren van vandaag, de mensen van de KBO'en uit onze gemeente, van de SWOM en ook de medewerkers van onze gemeente die hier aan bijgedragen hebben. Ik denk gezien het aantal aanwezigen dat we bij voorbaat kunnen spreken van een geslaagde opzet van deze ochtend. Ouderenbeleid, daar gaat het vandaag over. De vraag om het ouderenbeleid is al een tijdje actueel in onze gemeente en ook in onze regio. De KBO's en de SWOM, met in een kielzorg ook de gemeenteraad, vonden dat het tijd werd voor een heldere notitie ouderenbeleid. Dat was mijn opdracht. Ik kon beginnen met een blanco vel. Zoals gebruikelijk in de 21ste eeuw heb ik via Google gezocht op ouderenbeleid. De computer staat er al, dus het had vanochtend nog gekund. Ik ben bij diverse adviesbureaus uitgekomen. Ik ben bij een buurtcoördinatenproject in Utrecht uitgekomen. WMO-nota's. Maar ik vond niet wat ik wilde vinden. Het was mij al lang bekend dat we een grote groep jonge ouderen in onze gemeente hebben. Veel doeners, maar ook veel denkers. De doeners die zie ik dagelijks eigenlijk hier achter het gemeentehuis bij het senioren hobbycentrum. Die lopen daar de hele dag in en uit met allerlei activiteiten. In het verenigingsleven, in alle kernen, barst het ook van de jonge ouderen. Of zal ik zeggen, oudere jongeren. U mag erin horen wat u wilt. Ook op het bestuurlijk vlak zijn veel mensen op overtuigende wijze actief. Binnen de KBO's en binnen de SWOM. Het ei voor mij was gelegd. De doelgroep herbergt zelf een heleboel kennis en ook kunde om dat te bieden wat wij als gemeente nodig hebben om tot een nota ouderenbeleid te komen. Ik weet dat er ook beperkingen zijn waarbinnen deze nota en dit beleid waarbinnen dat we moeten formuleren. Een niet onbelangrijk kader is het budget waarmee we dat uit moeten gaan voeren. Het economische tij waar we in verkeren helpt mij op dit moment echter wel,
om de mensen te overtuigen dat we de wensen en de doelen met minder geld moeten zien te bereiken. En ik denk dat het mogelijk is. Vanuit mijn achtergrond in het boerenbedrijf heb ik geleerd om slim met geld om te gaan. Geef het pas uit als je ervan overtuigd bent dat je het goed besteedt. Wees kritisch bij wat je uitgeeft. Dat is een opdracht die we bij voorbaat hebben en ik denk dat we daar invullingen kunnen geven. Een ander kader is de diversiteit en input. De WMO Nota Land van Kuik, de beleidsvisies van de KBO, van de SWOM, om er maar een paar te noemen. Kortom, er is al heel veel voorhanden, zowel vanuit de overheid als vanuit de belangengroeperingen. Een wijze les van de rekenkamer in deze gemeente was: neem mensen vroegtijdig mee in het besluitvormingsproces. Probeer maximaal transparant te zijn, zodat je gaandeweg duidelijk kunt maken over waar je staat en waarom je de stappen zet die je zet. Zowel vanuit de KBO als ook vanuit een zeer gewaardeerd raadslid kwam ik bij Tini Cardol uit om een route naar de nota ouderenbeleid op te gaan. Hij zal zelf uitleggen hoe vanuit zijn inzicht die route eruit zal zien. Vaststaat dat de route is zoals ik die wens. Vertrekken bij en met de mensen waar het om gaat. Onze gemeenteraad heeft inmiddels een plan van aanpak vastgesteld. Unaniem. Via een uitgebreid behoefteonderzoek, een klankbordgroep, de BPR en een themabijeenkomst voor raad en commissie ben ik ervan overtuigd dat we tot een gedragen nota ouderenbeleid kunnen komen. Tini Cardol zal met zijn expertise de leidende rol hebben. Met name met de bijzondere wijze van het onderzoek en de behoeften die in onze gemeente leven. Ik ben zo overtuigd van de opzet die we gekozen hebben dat ik in het overleg met mijn collega wethouders hier in de regio gepleit heb om samen op te trekken in deze wijze. Dat kan middels een gezamenlijke uitvoering van het behoefteonderzoek, maar mogelijk ook als het gaat om daadwerkelijke uitwerking van de nota gaat. We hebben er in aanloop naar vandaag al wel eens over gesproken. Ik hoop dat de inleidingen van beide geleerden van vanochtend u net zo zullen overtuigen als mij. Ik wens u allen een bevlogen ochtend. Dank. En wat mij betreft laat dit gebouw zien wat een gemeente en gemeenschap kan. Dus ik denk dat de opgave waar u nu voor staat, dat ook vast gaat lukken. En in ieder geval ook de gemeente proficiat had met het feit dat het initiatief genomen is om deze lijn in gang te zetten. En ook op die manier op weg te gaan naar een ouderenbeleid. Ik hoop dat het inderdaad ook aansteekt in de regio, zoals u zelf zegt. U heeft al de naam van Tini Cardol genoemd. Ik introduceer hem graag even bij u. Hij bekleedt de onderzoekszetel Active Aging, een belangrijk thema ook juist in dit jaar, aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschap aan de Vrije Universiteit te Brussel. Vorig jaar juni zijn oratie gehouden met de prachtige titel over een gerontologie van de hoop. Nou, dat is natuurlijk toch, dat belooft heel veel. En het mooie van hem is natuurlijk ook dat hij naast zijn hoogleraarschap vol in de praktijk staat als voorzitter van de Raad van Bestuur van een grote koepel van zorginstellingen in Vught, de Stichting Vughtersteden en de Stichting Marienhoven in Vught. Ik wens u een aandachtig gehoor. Dank u wel. Ik zal hem iets lager zetten, als dat kan. Bedankt voor de uitnodiging en in eerste instantie ook van harte proficiat, gemeente Mil en anderen die betrokken zijn geweest bij de realisatie van dit prachtige gebouw, dit sociale cultureel centrum. Ja, het is de bedoeling dat ik wat ga vertellen over ouderen, over wie we het hebben en wat hen beweegt. En iets over het behoefteonderzoek en ouderenbeleid. En ik heb hier aangegeven, het een kan niet zonder het ander. Het is op zich niet zo vanzelfsprekend dat je, althans als je 10, 20, 15 jaar misschien teruggaat in de tijd,
dan is het misschien wat opmerkelijk dat we nu over ouderenbeleid spreken. Er is straks gesproken door de wethouder over een zeer gewaardeerd raadslid, Albert de Maaier, hier in de zaal. En Albert weet met mij, wij waren destijds collega's bij de gemeente Ude, dat we in een fase zaten begin jaren 90, 95, dat het ouderenbeleid aan zich niet meer in was, om het zo maar te zeggen. Het categoraal beleid, het spreken, denken, beleid maken over categorieën in de samenleving, dat was uit den boze. Het moest naar integraal beleid. Ik heb dat nooit zo goed begrepen, want hoe kom je tot integraal beleid als je niet goed zicht hebt op de verschillende doelgroepen die daaronder zitten? Maar dat mocht niet meer. En in feite is het zo dat in de wet maatschappelijke ondersteuning dat altijd dat idee nog steeds terugkomt. Daar wordt gesproken, zoals u wellicht weet, over prestatievelden. En daar blijf je een beetje van de doelgroep af. Dus waarom toch ouderenbeleid? Dat zal ik proberen duidelijk te maken. Dan zal ik u wat ontwikkelingen schetsen waar wij middenin zitten in de Europese samenlevingen. En waar we de komende decennia ook nog verder naartoe gaan. En vanuit Europese, wat landelijke ontwikkelingen, waarin ik u wat cijfers geef, komen we op de lokale situatie in Nederland. En vanuit de lokale situatie proberen we alvast even in te zoomen op de gemeente Mil-Sint-Ubert. Dat is een beetje de lijn van het verhaal. Ik zal u cijfers laten zien, ik zal u wat teksten laten zien en ik zal u wat plaatjes laten zien. En ik moet u vooraf zeggen dat als u het mooie plaatjes vindt, en ik vind dat, en ik hoop dat ze duidelijk zijn in de zaal, dan moet ik de eer ook geven aan ook Regie van de Brand, die hier aanwezig is. En waarom noem ik haar naam? Niet alleen omdat ik blij ben dat ze het zo mooi voor elkaar heeft ook, maar ze is de echtgenote van Marcel Baaiens. En mensen die al langer in de gemeente Mil wonen, die weten wellicht dat Marcel de eerste griffier was hier in de gemeente, nu voor een andere gemeente actief is. Maar als u Brussel hoort, ik werk daar, maar ik ben, zoals u wellicht aan mijn tongval hoort, kom hier dicht uit de buurt, geboren en getogen Udenaar. En net is het al door gezegd dat ik ook in Vught mag werken. Dus dan weet u dat het niet al te ver weg is. En ik hoop dat ook datgene wat ik naar voren breng niet al te ver weg is voor u, dat het herkenbaar is. Of dat als u erover nadenkt, u hoeft niet geen aantekeningen te maken als u dat al van plan was. Want de presentatie staat hier, Leon. En als mensen erin geïnteresseerd zijn, dan wat mij betreft kunnen ze de presentatie hebben. Ja. Goed. Waarom behoefteonderzoek en ouderenbeleid? Ik zei het u al, er zijn Europese landelijke ontwikkelingen en er zijn lokale ontwikkelingen die daar verantwoordelijk voor zijn. Als je kijkt naar wat er in Europa gebeurt op het gebied van demografische ontwikkeling, dan is dat nogal wat. En als je ook kijkt aan sociaal-economische ontwikkelingen die daar toch sterk mee samenhangen, dan kun je in ieder geval begrijpen waarom er de focus gelegd wordt op ouderen, op senioren in de samenleving. Hier zal ik u wat cijfers laten zien. Als we het Europees beschouwen, dan is het zo dat we in 2008, een kleine 4 jaar geleden, waren er 85 miljoen mensen in Europa van 65 jaar en ouder en 22 van 80 jaar en ouder. En u ziet hier hoe we er over een kleine 50 jaar bij zitten, 151 miljoen boven de 65 en daarvan, en dat is goed om daar uw rekenschap van te geven, 61 miljoen van 80 jaar en ouder. Dat betekent, u hoort wel eens vergrijzing, dubbele vergrijzing. 2/5 van het aantal ouderen, als we naar de Nederlandse samenleving kijken, is straks 80 jaar en ouder. Hoe komt dat zo? Dat heeft ook te maken met het geboortecijfer. Als we in 1960 kijken, dan was het zo dat het kinderen per gezin, dat was 3,12. Leon heeft gisteren gezegd dat als je in de geschiedenis van deze streek teruggaat, dan zal dat boven die 3,12 hebben uitgestegen. In 2006, 5, 6 jaar terug, is dat nog 1,70 en we gaan iets omhoog de komende 50 jaar naar 1,77. En daar kunt u al wel begrijpen dat als de gezinnen zo klein zijn, dat dat gevolgen heeft voor een heleboel zaken. En niet in de laatste plaats voor de sociale omstandigheden en voor de ondersteuning die je van thuis uit zou kunnen bieden op het moment dat dat nodig is voor mensen van 80 jaar en ouder die mogelijk met beperkingen te maken krijgen. Hoe zit het met de levensverwachting? 2006, nou u kijkt maar en u ziet dan, de vrouw die blijft de mannen altijd nog zo'n 5 jaar voor.
maar u ziet dat we langzamerhand naar de 90 jaar toe gaan. En levensverwachting, dat moet u begrijpen. Dan zeg je, hoeveel jaren heb je nog te leven als je 65 jaar bent? U ziet, misschien kent u de afbeelding van die dame op de foto, Jean Calment. Ik weet niet wat u ooit van gehoord heeft, maar dat is de oudste mevrouw, oudste mens van de wereld geweest. Zij is 122 jaar oud geworden. En daar zit wel een aardige anekdote aan. Toen zij is in 1875 geboren en toen ze 90 jaar oud was, kwam er een notaris bij haar op bezoek. En die had wel interesse in het prachtige appartement waarin ze woonde. En toen had de notaris met haar een afspraak gemaakt. Dat vindt u het goed, dat als u overlijdt, dat ik van uw appartement gebruik mag maken, dat u mij dat geeft. En als tegenprestatie zal ik u 2500 frank zal ik u jaarlijks geven, zodat ik daar, zeg maar als compensatie voordat u dat mij wilt doen. Nou, die mevrouw die ging die deal aan en ze overleed 32 jaar geleden. De notaris was inmiddels overleden. En hij had 2 keer de kosten van het appartement betaald in die periode. Want goed, levensverwachting, u ziet waar dat toe kan leiden. De wat mindere kant hiervan, naast de anekdote, is dat ook Jean Calment al haar kinderen, kleinkinderen, familieleden had overleefd. En met alle gevolgen van dien. Als u kijkt naar de Europese landelijke ontwikkelingen, sociaal-economische omstandigheden, 7-30% van de Europese ouderen ervaart armoede. Ik heb recentelijk, het komt in mei uit in het maandblad, of het tweemaandelijks tijdschrift Maatwerk, iets mogen vertellen over armoede en ouderen. En dan is het zo dat armoede vaak berekend wordt monetair, op een financieel, vanuit een financieel perspectief. En dan zie je de cijfers die daaruit komen, die zijn aanmerkelijk lager dan de cijfers die eruit komen als je aan mensen vraagt. En dat doen wij in het behoefteonderzoek. Vindt u dat u makkelijk, moeilijk, zeer moeilijk rond kunt komen? Dan ziet u dat met die laatste vraag dat het een verdubbeling soms geeft van de financiële norm die hiervoor gehanteerd wordt. Ik kom daar straks nog even op terug. 46%, dus de helft van de mensen van 55 en 65 jaar neemt deel aan de arbeidsmarkt. Als je kijkt tussen de 60 en de 65, dan is er 1 op de 4. Daar zit overigens een kentering in, door allerlei omstandigheden. Komen we daar ook nog even op terug. Maar u kunt zien dat een groot deel van de mensen die als ouderen bestempeld gaat worden of wordt, dat die niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. Dominique gaat daar straks in zijn verhaal ook nog kort op in. En jaarlijks 2 miljoen Europeanen die de leeftijdsgrens van 60 jaar passeren en velen willen blijven werken. En 30-40% neemt niet deel aan het maatschappelijk leven. We hebben de WMO, er is ook een regionale beleidsnota WMO. Heel goed staan een aantal zaken in over meedoen. Participatie, heel belangrijk, maar hier zien we dat er grote groepen van de samenleving, en dat geldt ook voor de Nederlandse samenleving, en mogelijk ook voor de Meeltse, Kuikse, Gaafse samenleving, niet meedoen aan het maatschappelijk leven. Hier heb je een voorbeeld. Op dit moment is het zo dat er, voor 4 werkenden zijn, daar staat 1 65-plusser tegenover, en over een kleine 40 jaar, als we zo doorgaan, zijn er nog 2 werkenden voor 1 65-plusser. En ik zal daar nu, want er is de tijd niet voor, niet al te lang op ingaan. Maar u begrijpt wel waarom er zoveel te doen is over het moment van pensionering, over de afdracht van premies, over wie zal dat betalen, zoals ze dat wel noemen. Nou, hier ziet u een plaatje waar u zich daarbij kan voorstellen. Een andere, misschien wat minder in het oog springend plaatje, maar wel heel belangrijk in dit verband, is hoe zit het, en ik heb hier een voorbeeld genoemd van onze behoefteonderzoeken, hoe zit het met de burgerlijke staat, hoeveel mensen zijn gehuwd. En dan ziet u hier, dat is op zich begrijpelijk, dat naarmate je ouder wordt, het aantal mensen wat nog gehuwd samenleeft afneemt. Weduwnaar overlijden, zoals u bij dat tweede plaatje ook nadrukkelijk ziet. En bij dat laatste plaatje, nooit gehuwd, laatste regel moet ik zeggen, 17-4. Nou, u zult ook zien dat dat een kentering te zien zal geven de komende decennia. Dat nooit gehuwd, dat zal behoorlijk toenemen. Dat gehuwd zal afnemen. En ook dat heeft belangrijke gevolgen voor de sociale omstandigheden.
hier op wie een beroep doen, om maar één van die gevolgen te noemen. Stel dat u hulp nodig heeft, op wie doet u een beroep? Op nu nog 74% is dat de partner, de helft de dochter, zoon of familielid en dan de buren. Nou, ik kan u zeggen, als we dit plaatje over 10 jaar weer doen, 20 jaar weer doen, dan zult u steeds een afname krijgen van de partner. Uiteraard ook een afname van de dochter en zoon. Dat heeft te maken met het geboortecijfer, wat ik u net zei, zoveel zussen of kinderen heb je niet meer. Familielid. Ook dat reduceert natuurlijk naarmate de gezinnen kleiner worden. En de buren, dat zal aanmerkelijk naar boven moeten. Als dat niet 10-20% naar boven gaat, dan slaagt er een heel stuk van alle ideeën over sociale innovatie, wetmaatschappelijke ondersteuning, die zal het dan heel moeilijk krijgen. Ik denk dat dat niet gaat slagen, want we zullen dat dadelijk zien. Het wordt heel duidelijk verlegd, de aandacht van professionele instanties door collectieve financiën gefinancierde activiteiten naar burenhulp, gemeenschapszorg. Maar dan moet die er wel zijn. Voor welke taak staan Europese landen als je dat even op elkaar in laat werken? De Europese Commissie heeft 7 beleidsspeerpunten genoemd. De komende 10 tot 15 jaar vooral aandacht voor het gezond ouder worden. Leven toevoegen aan de jaren, noemt men in plaats van jaren aan het leven. Het behoud en versterking van de mentale vermogens. Het opgenomen zijn in de gemeenschap, aan de arbeidsmarkt deelnemen. Zorgen dat voorzieningen toegankelijk zijn en van een goed kwalitatief niveau. Als ik hier kijk, prachtig, niet alleen het gebouw prachtig, maar als je ziet de aanloop voor mensen die wat minder mobiel zijn. Met dan zeg je nou de toegankelijkheid van dit gebouw, een van de belangrijke zaken. Dat is ook in dit gebouw, is daar heel goed rekening mee gehouden. Tegengaan van ongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie, het benutten van de kennis en inzichten van de biogerontologie. Ik zal daar wat voorbeelden van geven. Het gezond ouder worden, leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven. Wat ziet u hier als het goed te onderscheiden is in de zaal? Dit is een schilderij van 1543 van Lucas Cranach de Oude. Jongbroenen, jeugdbron heet dat. Wat gebeurde er? Het is misschien wat moeilijk te zien. Maar aan de voet van de bron, of aan de kant, daar staan allemaal mensen, oudere vrouwen. En die gaan de bron in en die komen er als jonge dames weer uit. Er staan nergens geen mannen, of dat het voor mannen niet nodig was, weet ik niet. Lucas zelf was een man, dus ik weet niet of dat hij gehuwd was, dat dat een signaal naar zijn vrouw was, ik weet het niet. Maar in ieder geval is het zo dat je zegt dat het ouder leven toevoegen aan de jaren, en we kennen die trend waar ook zeker de cosmetische industrie sterk aan deelneemt, van dat heeft niet te maken met hoe geef ik een goede invulling van de oude dag, maar hoe hou ik de oude dag zo ver mogelijk buiten mezelf. Andere mogelijkheid is het via activiteiten, proberen actief te worden, ook dat slaat soms door, maar dat hoef ik u niet te zeggen. Andere mogelijkheid is het behoud en versterking van de mentale vermogens. En de essentie van dit plaatje is niet zozeer dat u zegt, hier ziet u generaties bij elkaar die nogal ver uiteenlopen. Maar hier ziet u ook dat er nog aanspraak gemaakt wordt mogelijk op de wijsheid van iemand op leeftijd. Ook dat is in de loop van de afgelopen 50, 60 jaar is dat beeld ook heel sterk weggegaan. Want wij geloven in het vooruitgangsgeloof wat vandaag is morgen achterhaald. En als dat het tijdsbeeld is, dan doet leeftijd er niet meer toe. Sterker nog, dan hoe ouder je wordt, hoe verder je van de vooruitgang af zit. Althans, dat is de gedachte. Ander speerpunt, behoud en versterking van de mentale vermogens. Andere invalshoek, meer begrip kweken voor dementerende. In 2050, heb ik gelezen, zijn er alleen al in Amerika 50 miljoen mensen die met dementie te maken hebben. En ik heb pas een cijfer gelezen van de WHO dat rond die tijd naar 250 miljoen wereldwijd zal zijn. Het gaat niet zozeer om het begrip kweken voor dementie in de zin van dat het eraan zit te komen, maar houdt u zich er ook rekenschap van, geeft u zich er rekenschap van dat het daarmee omgaan vooral een zaak van de samenleving zal worden. En de verpleeghuizen, mensen met psychogeriatrie, die zullen er zijn, die zullen er blijven. Maar we zullen van de andere kant ook een sterke omslag moeten maken dat mensen die hiermee te kampen hebben, veel meer in de samenleving opgenomen zullen worden en een plek zullen moeten hebben en veel minder institutioneel verzorgd zullen gaan worden.
opgenomen zijn in deelname aan de gemeenschap en de arbeidsmarkt. U ziet een kentering. Een paar maanden terug is een wet aangenomen dat je kunt blijven werken als je 65 bent. Er is zelfs iemand die een rechtszaak heeft aangespannen. Die kreeg op de dag van zijn verjaardag te horen dat hij ontslagen was, want hij had de leeftijd van 65 bereikt. Die heeft dat aangevochten en met succes. Nou, dat is even de wat ludieke kant van de zaak. Waar het hier om gaat, is dat het van belang is dat als je de mogelijkheid hebt, en we zullen dat dadelijk zien, je hebt die mogelijkheid als 65-jarige, 70-jarige, 75-jarige, waarom zou je die mogelijkheden, die kwaliteiten die je hebt, niet in blijven zetten in de samenleving, via de arbeid of vrijwilligerswerk. Het garanderen van de kwaliteit hebben we net even over gehad. Het tegengaan van ongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie. Er is een verhaal geschreven door een Amerikaanse onderzoeker. En die heeft aangegeven, als je, zegt hij, in de trein zit in het zuidoosten van Washington. En je gaat met de trein 20 kilometer verder naar Maryland, Montgomery. Dan is het zo dat je iedere kilometer dat je verder van Washington DC afgaat, jouw leven met 1 jaar verlengd kan worden. Waarmee die wil aangeven dat de arbeidsomstandigheden, of de leefomstandigheden van mensen in Washington DC, arme mensen daar, dat die dusdanig slecht zijn dat de levensstandaard, de levenswijze, de voeding en zo een belangrijke impact heeft op je gezondheid en in dit geval ook op je levensverwachting. Benutten van de kennis en inzichten van de biogerontologie. Er zijn gerontologen die voorspellen dat we over 50, 60 jaar dat het niet meer ongewoon is. Dan komt Jean Calment komt in dit soort presentaties niet meer, want dat is lang achterhaald. Dan zijn er mensen van 150 en we gaan tot het einde van deze eeuw, zeggen mensen, toe naar nog ouder dan 150. En daar zal de Leon heeft daar veel meer verstand van dan ik, maar dan zal de genetische stamceltherapie en dat soort zaken, die zouden daarvoor moeten zorgen. Andere mensen die zeggen van mensen, waar houden we ons mee bezig? Waarom zouden we er niet voor zorgen dat mensen, zoals ik net aangaf, zorgen dat de leefomstandigheden van de mensen beter worden? En we kunnen beter daar onze pijlers op richten dan om te zorgen dat je nog wat decennia toevoegt. Het thuis en in de lokale gemeenschap goed uit kunnen worden is een belangrijk aspect. En dan komen we wat dichter bij huis. En gemeenten, heb ik hier aangegeven, hebben te maken met beleidsdecentralisatie. Deze zaken die hierin staan, heb ik ook in uw nota aangetroffen over het regionale WMO-aanpak. Het is zo dat het Rijk, de centrale overheid, steeds meer taken afstoot, doorstuurt, decentraliseert naar de gemeente, die daar nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij krijgt. En vooral op het gebied van het meedoen en de zelfredzaamheid van mensen. Taken die nogmaals door de decennia heen altijd aan het Rijk voorbehouden waren. En het is net al even aangegeven, als het nu zo was dat je zegt van nou, als er iets uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaat, dan gaat dat naar de gemeente en 1 op 1 gaan de middelen mee. Dan zeg je, nou, dan kijken de gemeenten hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar je kon niet aangeven, een paar jaar terug is de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gegaan, is naar de gemeente toen gegaan, dat wordt herhaald volgend jaar in wat versterkte mate. En wat je toen zag is dat 800 miljoen euro er is doorgestreept. Dus in het gemeentefonds breed kwam 800 miljoen euro en gemeentes ga er maar aanstaan. Extramuralisering van te huis naar thuis. Veel meer zal er in de thuissituatie aan opvang en ondersteuning moeten plaatsvinden. Bevordering zelfredzaamheid, ik heb het u al aangegeven, en bevordering gemeenschapszorg van Zwitserleven gevoel. U kent dat u op het warme strand zit, u iemand van 70 die er warmpjes bij zit, ook financieel, en warmpjes bij ligt op dat moment aan het strand, maar waar je zegt van, tot hoe lang is dit nog houdbaar en is dat het ideaalbeeld, daar gaat het in feite om van de ouder. Er is iemand, Frits de Lange, die heeft daar een heel mooi boekje over geschreven en die heeft dat genoemd de armoede van het Zwitserleven gevoel. En wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen is van mensen, ben je ervan bewust dat je, misschien werk je niet meer, maar dat je een verantwoordelijkheid hebt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medemens op dit gebied. Nou, en dan komen we dichter bij het behoefteonderzoek. En in het behoefteonderzoek vragen we ons af, wie zijn de senioren in onze gemeente? Wat is hun burgerlijke staat? Het plaatje hebben we net gezien. De kinderen, de geslacht, inkomen, de opleiding, het arbeidsverleden, de gezondheid, woonbezit
en dat soort zaken. Ik heb hier één voorbeeld gegeven waar we naar op zoek zijn. Hoe zit het met het inkomen van de senioren? Ik mag dat hier laten zien. Volgende week is dat het eindrapport van Maasdonk, de gemeente Geffen-Nuland-Vinkel. En dan ziet het er inkomen er zo uit, waarbij je ziet dat een grote groep mensen onder de 1500, tot 1500, en dat het voor een belangrijk deel ophoudt bij een inkomen van 2000 euro. Sorry. Het andere punt is het rondkomen. Ik heb u dat straks gezegd, je kunt wel een inkomen hebben, maar wat vindt u daarvan? Je kunt dat bijna niet lezen wat eronder staat, maar aan de linkse kant daar staat zeer moeilijk tot moeilijk rond kunnen komen. En aan de rechtse kant staat van gemakkelijk tot zeer gemakkelijk rond kunnen komen. En als u die dat één naar links is eerder moeilijk dan gemakkelijk. En hier ziet u een laag cijfer, relatief laag cijfer. Rondkomen met het inkomen per kern, nu ziet u het wat beter. De cijfers zijn nog steeds hetzelfde, maar het plaatje is wat... Nou, hier ziet u een relatief lager. We hebben dit onderzoek eind vorig jaar in Uden gedaan. En daar bleek dat 20-25% zelfs van de mensen aangaf moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen met hun inkomen. Fysieke gezondheid, daar kijken wij naar. En dan heb je het over zware dingen tillen tot het doen van huishoudelijk werk. Nou, als je naar dit beeldje in de snelheid kijkt, dan is het zo, en dat kunt u verwachten, dat naarmate de leeftijd toeneemt, ook de beperkingen toenemen. Het interessante van dit plaatje, dat laat ik u nu niet zien, is ook hier weer, wat voor beperkingen geven mensen aan te hebben. En van de andere kant, doet men een beroep op hulp. En nogmaals, ik kan het hier niet tonen, maar ik heb dat gisteren nog eens uitgewerkt. En dan ziet u dat het interessant is, dat als je kijkt naar het beroep doen op huishoudelijke hulp, dat kan hè, ook in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning, dan zie je dat er bij de leeftijdsgroepen 60, 69, 70, 79 meer een beroep gedaan wordt op hulp bij de huishoudelijke ondersteuning, dan dat men aangeeft daar beperkingen bij te hebben. Terwijl bij de groep van 80 jaar en ouder de beperkingen er twee keer zoveel zijn dan het beroep op huishoudelijke hulp. Nou, dat geeft te denken van waar dat door zou kunnen komen. Hoe vullen ouderen hun leven in? Ik heb hier een top 4 genoemd van maatschappelijke activiteiten, wandelen, fietsen, computer of internet. Dat wordt soms onderschat. Een hoog gebruik van internet bij mensen, ook mensen van 80 jaar en ouder. En Dominique heeft mij eens een keer verteld dat dat op zich vanzelfsprekend wordt, want naarmate de leefwereld kleiner wordt vanwege mobiliteitsproblemen of anderszins, heb je daarmee een medium om contact te houden met de samenleving. Dat medium wordt, merken wij vaak, te weinig gebruik, ook door gemeentes, om op die manier de opvattingen van de mensen in de samenleving, oudere mensen, te polsen. Hoe is het gesteld met de gemeenschapszorg? Een belangrijk aspect naar de toekomst met buurtbetrokkenheid, buurtcohesie, sociale netwerken, vrijwilligerswerk en het verlenen van mantelzorg en het samenspel tussen professionele zorg, mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Nogmaals een aantal thema's die ook in de WMO naar voren komen. Hier ziet u hoe het contacten met buurtgenoten per leeftijdscategorie één keer per week of meer. Ik kan u aangeven dat, en ik verwacht zeker ook op plattelandsgemeentes dat wat hoger is, maar er zijn zeker ook plaatjes, en UD is daar een voorbeeld van geweest, waarin dat één keer per week en meer aanmerkelijk lager is. Het gemiddeld aantal kinderen per leeftijdscategorie en het vrijwilligerswerk per kern. In Nederland is het percentage mensen wat aan vrijwilligerswerk doet heel hoog. Dat ligt tussen de 40% en de 50%. Maar daarnaast is het zo dat er tegelijkertijd, als je dat zegt, een grote groep mensen is die dat niet doet. En binnen die groep is er ook een groep mensen die zegt, ik zou dat wel willen doen. We hebben dat in het voortraject, Henry, was over gehad, dat je zegt van nou,
Waarom is er een groep in de samenleving die niet... Wat is de consequentie van het niet doen van vrijwilligerswerk? En waarom doen mensen geen vrijwilligerswerk? En dat is het aardige ook van de behoefteonderzoek, kom je op het spoor. Dat je zegt, er is een duidelijke relatie tussen inkomen van mensen, het arbeidsverleden van mensen, vaak ook de woonsituatie van mensen, de fysieke gesteldheid van mensen en het al of niet doen van vrijwilligerswerk. En ik heb wel eens gezegd, wij hebben het vrijwilligerswerk in Nederland eigenlijk vooral georganiseerd op grond van mensen met een middelbare of een hogere beroepsopleiding. Als je voor vrijwilligerswerk benaderd wordt, dan is dat van kunt u dit doen? En dan denk je, ja, daar zit ik de komende jaren aan vast voor een aantal dagdelen in de week. Terwijl wij veel meer naar kortcyclisch vrijwilligerswerk moeten gaan. Als je aan, stel dat je hier, burgemeester, ik heb het eens genoemd, bewegingstoestellen in een buurt gaat plaatsen. Waarom zou je dan de kwaliteit van mensen, de vakdeskundigheid die er mogelijk in die buurt zit, niet benutten om mensen daarbij te betrekken? En als je ze erbij betrekt, dan geeft dat, blijkt uit een van de onderzoeken van promovendus van Dominique, dat zo stimulerend werkt dat mensen het gevoel hebben mee te tellen, dat ze zeggen als je nog eens een klusje hebt voor mij, kom dat. Maar de bekendheid, en ik ga daar nu niet te ver op in, de bekendheid met vrijwilligerswerk is een ander belangrijk aspect, want we zien ook vaak dat mensen die van de ene dag op de andere van de arbeidssituatie naar het pensioen gaan, dat ook een belemmerende factor is om geattendeerd te zijn en voor het vrijwilligerswerk actief te zijn. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht? Ik heb hier wat plaatjes laten maken van de gemeente en u kunt het misschien hier niet goed zien, maar aan de meest linkse kant, daar was net iemand, we hebben dat kunnen volgen, maar misschien niet scherp genoeg kunnen vastleggen. Er was iemand die met een rollator de straat overstak. En met alle complimenten die ik heb hier naar dit prachtige gebouw, maar dit is een beetje het hart van de gemeente, heb ik toch gezien hoe moeilijk het was voor die persoon om de drukke weg over te steken daar. Want je zit daar met wat aanleunwoningen en een zorgcentrum. En voor wat het waard is, het viel mij in ieder geval op. Ik denk van nou, hoe zit het met de... zeg maar de verkeersveiligheid en het gevoel om die horde te nemen. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht? Hoe zit het met het voorzieningenaanbod, met het winkelcentrum? We hebben zo'n ritje gemaakt door Sint-Hubert, Langenboom, Wilbertoort en Mil. Omdat voorzieningen ook een heel belangrijk aspect voor de beoordeling van voorzieningen. Dat heeft ook direct te maken met de behoefte om eruit te gaan, om te participeren. En als je dan kijkt, hier ook een voorbeeld genoemd, welke voorzieningen vaak gemist worden, dan zie je voorzieningen die niet miljoenen aan investeringen vragen. Een mobiele winkel bijvoorbeeld valt mij op. Sommigen van u die kennen dat nog van vroeger. Er is behoefte om dat terug te krijgen. Zeker in gemeenschappen waar men vindt dat dat te weinig aanwezig is. Een bushalte, openbaar vervoer, openbare toiletten, slager, apotheek. Voorzieningen die te maken hebben met hoe ver zijn ze van me verwijderd en hoe bereikbaar zijn ze. Hier is een voorbeeld van een openbaar toilet. Als u enige mobiliteitsbeperkingen heeft en u zegt van stel dat ik de deur uit ga, maar binnen een staal van 200-300 meter, stel dat ik aandrang krijg om te urineren en er is geen mogelijkheid, dan kan dat de reden zijn om binnen te blijven. Een kort voorbeeldje, opmerkingen die door ouderen zelf worden aangegeven. Hoe in de gerontologie van de hoop, wat u straks zei, daar hebben we het gehad over hoe aantrekkelijk is de binnenruimte en hoe aantrekkelijk is de buitenruimte. U zag vroeger steeds meer dan nu dat mensen een trap maakten en die trap die diende een stuk veiligheid. Voordat mensen binnen waren hadden ze een horde te nemen, maar nu zie je dat er steeds meer een belemmering is om naar buiten te gaan, om het zo te noemen. De woonbehoeften, de woonvoorraad, de beschikbaarheid van beschermd, verzorgd en geschikt wonen. We hebben het provinciaal rapport erop nagelezen. En we hebben gezien hoe het met de bestaande voorraad is en wat dat betekent voor de komende decennia. Ook dat zijn punten die in het behoefteonderzoek worden meegenomen. En als u gaat verhuizen, stel dat u gaat verhuizen, hebben we hier in beeld gebracht. Waar heeft u als senior dan vooral behoefte aan? En dan zien we, maar dat zal u niet verbazen, bij de hoogste is de toegankelijke woning zonder trappen. Trappen is een belangrijk obstakel in huis. En woningen met glasvezel en internet, waar die communicatie, die sociale media, een belangrijke voorwaarde voor zijn. Dank voor uw aandacht.
Ja, professor Cardol, zeer veel dank. Ik denk dat u twee dingen heel goed duidelijk gemaakt heeft. Dat u met de cijfers ook die op Europees niveau en dus die ook voor ons land in grote mate gelden, dat er in kwantitatieve zin en in kwalitatieve zin een belangrijk vraagstuk ligt op het punt van ouderenbeleid. Dat er dus ook alle aanleiding is om daarmee aan de slag te gaan. En het is mooi dat we ook al een soort inzicht hebben gekregen in hoe dat zo'n onderzoek, waar zo'n onderzoek in MIL op ingaat. Zodanig dat we ook al eens gedachten kunnen vormen over hoe kun je daar straks mee aan de slag. U roept ook een aantal vragen, u stelt ook een aantal vragen, bijvoorbeeld dat punt van waarom doen de mensen niet mee in vrijwilligerswerk en wat speelt daar een rol in. Voor wat dat soort dingen betreft meld ik alvast dat we tijdens de pauze, dat er een aantal formulieren zullen liggen hier. Daar kunt u vragen op invullen, zodanig dat we na de pauze over dat soort dingen ook in gesprek kunnen gaan met de beide professoren en de wethouder. Veel dank voor uw inleiding, veel inspiratie en ik denk dat er een buitengewoon mooie basis ligt voor het onderzoek wat hier van start gaat. We hebben al een beetje naar Maasdonk mogen kijken, maar mooi ook straks die vergelijking te kunnen maken, want dat is denk ik ook een belangrijke kracht van het onderzoek. Ik kondig u graag de volgende spreker aan, Dominique Verté, ook van de Vrije Universiteit van Brussel en de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Hij onderwijst onder andere in de agogiek van de derde leeftijd. Is in die zin ook iemand die dus vol in die materie zit. En een belangrijk element is ook dat hij eigenlijk founding director is, de grondlegger van het Belgian Aging Studies, een onderzoeksbureau, een onderzoeksprogramma, zal ik maar zeggen, wat in België van grote betekenis is geweest. Wat zich richt op zowel politieke, sociaal-culturele participatie van ouderen en ook die andere kant, de sociale uitsluiting. Ik geef u graag het woord. Er moet iets technisch gebeuren, denk ik. Goedemorgen, dames en heren. Ik moet KBO bedanken om mij uit te nodigen vandaag om hier een uiteenzetting te mogen geven. En ik dacht eerst, toen ik MIL intikte op mijn Great Personality Syndrome, GPS, dat hij gemist was. Het was MIL en en Saint-Hubert. Ik zeg... En ik woon in Wallonië, ik woon in de Belgische Ardennen. Dus ik dacht, moet ik nu volledig terugrijden, eigenlijk, en van waar ik kom. Nee, het was Milan Saint-Hubert. En het is Mil en Saint-Hubert, zoals jullie dat uitspreken. Dat is formidabel. En ik moet jullie uiteraard ook feliciteren met de mooie naam. Mil, ik dacht, dit is een soort cottage. Een Schotse stijl had ik verwacht. En de combinatie met de Franse... Met de Franse benadering, ik dacht, het zal mooi wezen. Het is ook mooi, ik moet zeggen, u hebt mij een beetje bekoord met de zaal, met de zeer mooie zaal eigenlijk, om wat een zeer mooie ontmoetingsruimte en ontmoetingsplaats wordt en zal moeten worden. En dat alle capaciteit heeft om dat te zijn. Maar ik moet één ding toch bijzonder vermelden, dat is de lokale... Omroep van MIL, die doet eigenlijk wat ik als natte droom altijd had willen gehad hebben. Dat is dus dat men, dat is een van de essentiële elementen van die sociale cohesie, exclusie. En de inleider heeft het al gezegd, we zijn niet alleen bezig met de behoeftenonderzoeken in Vlaanderen en ook een stuk in Europa, maar we zijn vooral ook gefocust op exclusie van ouderen uit die samenleving. En hoe gaan wij mensen die uit die samenleving uitgestoten zijn, door verschillende omstandigheden, hoe gaan wij die kunnen betrekken in de samenleving? Tien heeft al gezegd, goed, ja, internet is daar een van de mogelijkheden bij. Maar een van de belangrijke mogelijkheden, dat is wanneer je organisaties hebt die mensen zouden kunnen aanbelangen, dat je die ook kunt laten meevolgen door bijvoorbeeld...
tv-uitzending door reportages enzovoort, die lokaal gebonden zijn. Want ouderen, mensen met mobiliteitsproblemen, mensen met gezondheidsproblemen, die bijvoorbeeld naar hier niet kunnen komen en die dat kunnen volgen, die hebben eigenlijk een heel belangrijk gevoel van connectie, van inclusie in die samenleving. Ik ga het voorbeeld van Mil, van de lokale omroep van Mil, meenemen naar België en ik zal dit voortaan, en we hebben vanmiddag al de kans, Tini, want we gaan ons boek voorstellen over huisvesting wonen van ouderen. En we gaan daar ook in de persinterviews van namiddag en vanavond melding van maken van de lokale omroep van Mil. Maar dit terzijde, men heeft mij gevraagd om iets anders te vertellen. Men heeft mij gevraagd om iets te vertellen, ik zal even kijken, waarover, over ouderen als actieve bouwers aan het beleid. Het is voor mij ook soms een verrassing. Goed. En de probleemstelling van waar dat... Ik heb een PowerPoint gemaakt. Die PowerPoint is beschikbaar en die kan overal gedistribueerd worden als je dat wilt. Ik volg die niet, omdat daar veel te veel saaie dingen in staan. En ik probeer daar een beetje een verhaal van te maken die interessanter is voor de mensen. Maar ik ben mijn carrière begonnen als sociaal gerontoloog met onderzoek naar de politieke participatie van ouderen. Politieke participatie van ouderen op de verschillende niveaus. En het is zoals collega Cardol vertelde, in de jaren 90 was er eigenlijk heel de discussie van we gaan naar een integratief beleid en we gaan het hele categoriale verlaten. Ik heb dat altijd op al de congressen een eerste klas begrafenis van de politieke participatie van ouderen genoemd. Dat is formidabel als je eigenlijk niet wilt dat ouderen participeren, noemt dat een integratieve benadering en je zet er vanaf. Dus dat is en somme eigenlijk hoe het in elkaar zit. Integratieve politieke benadering van de categorie ouderen is eigenlijk het einddoel. Dus dat wil zeggen dus dat de integratie en de inclusieve toetsing op het einde noodzakelijk is, maar dat wanneer dus dat deze populatie uit de situatie, en ik zal u onmiddellijk aantonen hoe dat de situatie, maatschappelijke situatie van ouderen in Europa en ook in de Verenigde Staten is, met een stuk uitzondering in de Scandinavische landen, ja, hoe dat die positie is en op welke manier dus dat eigenlijk die positie van ouderen in die samenleving uiteindelijk voor een groot stuk een verlies is van potentialiteit, een verlies is van mogelijkheden voor deze samenleving. Het is vandaag niet toevallig dus dat de categorie ouderen opnieuw ontdekt wordt. Ik zal u daar straks uitleggen waarom dat is. Belangrijk in dat perspectief dat is dat vanaf de jaren 60 eigenlijk een zeer belangrijke evolutie is geweest, waarbij dat men heeft gezegd, in de jaren 60 kent dat, de Golden Sixties, waarbij dus dat er ontzettend veel geld was en waarbij dat men dacht dat de sky the limit was en waarbij dat men veronderstelde dat men overal totale tewerkstelling zou kunnen realiseren op voorwaarde dat men ouderen op een vervroegde manier uit de arbeidsmarkt zou kunnen weren. Zo simpel is dat. En dat dat toevallig de best of de duurst betaalde werknemers waren, dat was aardig meegenomen om ze wat vervroegd uit de arbeidsmarkt te verwijten. Dus dat was op dat moment. Dit is een mooi bewijs van hoe dat de wetenschap eigenlijk dan theorieën heeft gevormd om uiteindelijk het heersende politieke en maatschappelijke denken eigenlijk te consolideren en te legitimeren. De disengagement-theorie in die tijd zei dat ouderen uiteindelijk niet meer op competitie ingesteld waren, dat oudere mensen eigenlijk, en dat was vanaf de leeftijd van 45, 50 jaar, oudere mensen, dat was formidabel, dus ik was al lang ben al lang in deze leeftijdscategorie, dus dat de ouderen niet meer geïnteresseerd waren in die samenleving en dat ouderen, dat de opperste verlangen van ouderen op dat moment was zich terugtrekken uit de samenleving. Terugtrekken uit de samenleving om zich voor te bereiden op de naderende dood. U hebt de cijfers van collega Cardol gezien. 2050, gemiddelde levensverwachting van 87 jaar. Bij vrouwen, 87, wat is? 89 bij vrouwen. Kijk, collega Cardol kent de cijfers beter dan ik. Dus dat is goed. Dus 89 bij vrouwen. Dus dat wil zeggen, vanaf 45, 50 jaar, u voorbereiden op de naderende dood tot 87. Dat is een bijzonder lang voorspel, als je het mij vraagt. En dat moest legitimeren waarom dat ouderen eigenlijk niet meer zinvol waren voor de samenleving. Waarom dat je vanaf de leeftijd van 45, 50, pensioneringsleeftijd in België was op een gegeven moment in de jaren, begin jaren 90, medio jaren 90, nog 52 jaar. Dan was ik nu al
lag ik nu al aan de kust in Paramaribo. Ja, ja. Met een kokosmelk of zoiets. Ja. En ja. Dat legitimeerde waarom de ouderen eigenlijk niet meer belangrijk waren, waarom de ouderen geen rol meer konden spelen in de samenleving. Nu, je moet geen 92 jaar naar de universiteit zijn geweest om te weten dat wanneer, dat je, als je de cijfers vandaag ziet en je weet dat 2/5 uiteindelijk van de populatie 80 en ouder wordt in de toekomst, dat de grote groep van ouderen, dat er één werkende is om ten opzichte van 2 niet-actieven, dat je daar eigenlijk je samenleving fundamenteel aan het ondergraven bent. Ja? Als je 4 poten hebt en je zag er 2 van door, dan weet je dat het zeer moeilijk wordt om op die stoel te blijven zitten. Slim moet je daar niet voor zijn. Dat is ook het verhaal van de positie van ouderen in de samenleving. De positie van ouderen in de samenleving was deze vanaf de jaren 60 tot medio de jaren 90. Medio de jaren 90, dan is die discussie opnieuw ontstaan, was de discussie van ouderen, wanneer dus dat ze, laten we zeggen, wanneer dus dat je met pensioen bent, dan moet je je in stilte bezighouden. Zoals vroeger in de klas, hè, als de leraar wat te veel gedronken had, de zondagavond na de wedstrijd van VVV, hè, collega Cardo, dan zei 's morgens in het eerste lesuur, houd u in stilte bezig. Ja. Dus dat wou zeggen, maak geen lawaai, je moet eigenlijk niks doen, maar houd u in stilte bezig. Dat was de positie van ouderen in die periode. Houd u in stilte bezig, maak dat uw pensionering, dat alles geregeld is, maar houd u in stilte bezig. Je moet voor de samenleving niets meer doen. Je moet ook niks meer betekenen. En maakt het ons ook niet lastig, ja? Door te vragen dat je iets voor die samenleving wilt doen. En al die onnozelaars die van plan zijn om nog een stem in die politieke besluitvorming te willen op oudere leeftijd, die moeten daar eigenlijk van afzien, want zij moeten rusten. Hè. Ze moeten zich voorbereiden op de naderende dood. Hè. Ik zeg het scherp, omdat het ook interessant is om het scherp te zetten. Omdat dat eigenlijk gebaseerd is, je kunt daar hele ingewikkelde, ja, laten we zeggen, ouderdomstheorieën aan koppelen, maar dat is niet de bedoeling. Hè. Het eigenlijk weerspiegelt eigenlijk vanuit welk ouderdomsbeeld, vanuit welk maatschappijbeeld, dat we naar ouderen kijken. En dientengevolge hebben we ook een idee van welke rol ouderen eigenlijk in die samenleving moeten spelen. Maar het is veranderd. Het is veranderd omdat er een aantal economische omstandigheden zijn vandaag, waardoor dus dat er ook een aantal andere dingen moeten op een andere manier moet nagedacht worden over ouderen. Ik druk af en toe een keer op de PowerPoint, omdat je zou zien, hij heeft toch iets voorbereid. Ja. Maar hetgeen dat in de PowerPoint-presentatie staat, is eigenlijk een beetje een wetenschappelijke onderbouw van hetgeen dat ik vertel. Maar je moet dat maar een keer lezen. En ik kan dan misschien toch wel een vraag uitstellen op het examen, maar dat zal niet zo lang. Nu, er is een kentering in die zin, er is een economische verandering. Europa heeft zich gemoeid met de zaken en zegt van oké, goed, ja, ouderen zouden moeten langer participeren aan de arbeidsmarkt. En plots werden ouderen opnieuw ontdekt. Ouderen werden ontdekt en men zei van ouderen, kijk, ja, je zou eigenlijk wel iets voor de samenleving kunnen doen, maar opnieuw in functie van wat we dachten in de jaren 60, jaren 70, dat is vanuit die economische gedachtegang. Ouderen moesten in de jaren 60, 70, 80, 90 eigenlijk vervloekt uit de arbeidsmarkt, omdat die te dure werknemers uiteindelijk plaats moesten maken voor jongere werknemers, waardoor dus dat die tewerkstelling eigenlijk kon optimaliseren. Dat is een eerste zaak, economisch en rationale. Men heeft zich eigenlijk een beetje vergist in die zin, dus dat men geen rekening heeft gehouden met de sociologische gevolgen van dat verhaal, waarbij dus dat men een vrij consumerische attitude bij ouderen heeft aangemeten, aangereikt. Ja. En vandaag zie je dat door middel van de economische omstandigheden er opnieuw een zeer economische rationale is en een economische redenering achter zit waarom dat ouderen opnieuw, laten we zeggen, herontdekt worden.
Ouderen zijn vandaag weer belangrijker omdat zij een langer, op een betere, op een sterkere manier een bijdrage moeten geven aan de economische draagkracht van een samenleving. Betaalbaarheid van de ziekteverzekering, betaalbaarheid van de pensioenen enzovoort. Opnieuw een economische rationale. En ik was betrokken bij de Europese Commissie rond het internationaal, rond de definiëring en de invulling van het internationaal jaar van active aging en intergenerationele solidariteit. En er waren twee groepen in Europa. En de eerste groep was deze van de economisten die zei active aging, dat is alleen maar verlengde deelname aan de arbeidsmarkt. En de tweede groep was deze die zei van oké, naast de verlengde deelname aan de arbeidsmarkt is active aging, dat is die sociologische component, ook een versterkte deelname aan het maatschappelijk functioneren. Met andere woorden, ouderen moeten, we moeten in Europa, niet alleen in Europa, maar we moeten zeker in Europa gaan nadenken, in de verschillende landen gaan nadenken welke rol, welke actieve rol ouderen kunnen spelen in de constructie van de samenleving. Wat kunnen zij doen? Hoe kunnen zij betrokken zijn? De sleutel daarvan ligt nog altijd bij die politieke participatie. Maar politieke participatie niet in de zin zoals men die traditioneel had invullen. En wat zien we? Dat is in tegenstelling tot hetgeen dat altijd gezegd wordt, dat is dat als je oud wordt, dus dat je niet meer geïnteresseerd bent in de samenleving, dat je je eigenlijk wil terugtrekken, dat je eigenlijk hoe langer hoe minder competent wordt, dat het hoe langer hoe trager gaat, dat enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het deficitmodel, dat dat eigenlijk niet strookt met de realiteit, niet met de werkelijkheid. En dat er heel wat mensen zijn die zich willen engageren in de samenleving. Het verhaal van Tini, en ik heb een van mijn medewerkers is momenteel aan het doctoreren omtrent ouderen en civic engagement. Ja, die zit momenteel in de Verenigde Staten om daar samen een aantal, want wetenschappers moeten af en toe iets publiceren in het Engels en zeer ingewikkelde publicaties maken die naast degene die het geschreven heeft nog door twee andere mensen gelezen wordt. Dat noemen ze wetenschap, hè? En zij is dat nu aan het doen, hè? En dan komt ze terug om te werken. En wat zien we dat is? Dus dat er heel wat mensen zijn die naast het feit dus dat, dat er langer geparticipeerd wordt aan de arbeidsmarkt, vandaag is de de facto pensioneringsleeftijd in België 57 jaar, hè? Dat is geen 67, hè? 57. Dus er is een verschil tussen het discours en wat dat de realiteit is in pensionering. Moeten we wel zeggen, met een zeer hoge participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hè? Wat heel dikwijls niet meegericht wordt. Belangrijk in dat perspectief dat is dus dat ouderen zeggen, oké, ik wil voor die samenleving iets doen. Heel wat mensen zeggen, ik wil voor die samenleving iets doen. Maar vandaag hebben we in die lokale samenleving niet echt goed nagedacht van op welke manier gaan we ouderen structureel incorporeren in de manier waarop dat we de samenleving willen organiseren. En het is evident dus dat het niveau waarop je dat moet doen, niet ligt op het landelijke niveau. Meestal spreken mensen van oké, we willen, en er is hier een oudere partij geweest, de Algemene Oudere Partij, als ik me niet vergis, AOW? Nee? Dat is geen oudere partij. De WHO is ook geen oudere partij. Maar er was een Algemene Oudere Partij hier ontstaan in de begin jaren 90, als ik me niet vergis. Hè? Waarbij dus dat er toch landelijk een... Nu, politiek participeren is bij uitstek, zeker voor wat dat ouder betreft, een van de problemen die zich situeren op lokaal niveau. En daar wil ik nog in de tijd die mij rest nog het een en het ander over vertellen. En toen dat wij voor de eerste keer... En politieke participatie op lokaal niveau, dat veronderstelt twee dingen. Dat ten eerste dat is dat senioren, ouderen, die wensen de politiek te participeren, op een actieve manier willen participeren. Dat is heel iets anders dan hetgeen dat we zien bij onderzoek met betrekking tot de werking van seniorenadviesraden. Seniorenadviesraden zijn heel vaak voorbeelden van hoe op een heel passieve manier geparticipeerd wordt, politiek geparticipeerd wordt. Dat wil zeggen, ik ga het nu heel oneerbiedig zeggen, ik moet mij verontschuldigen als dat u dat kwaad maakt, maar ja, goed, dan, binnen een paar uur zijn we hier toch veilig vertrokken, dus dat we... Maar seniorenadviesraden in de doorsnee, en
We hebben er heel wat onderzocht. We hebben de Synoden Adviesraad in Vlaanderen onderzocht in 1992 en in 2002. De jeugdraad, de cultuurraad enzovoort. Alsmeer. Ze zijn eigenlijk allemaal ziek in hetzelfde bedje. Met andere woorden, zij doen vooral niet wat ze moeten doen en ze doen vooral wel wat ze niet moeten doen. Dus dat is eigenlijk, om het heel concreet te maken, zij houden zich vooral bezig. Eén met de passieve manier van participeren, dus dat wij zeggen, zij houden zich vooral bezig met het praten over die dingen en eigenlijk helemaal niet met het doen. Het organiseren van zaken die voor een algemeen belang zijn. En daar heb ik het niet over het organiseren van socioculturele zaken. Socioculturele zaken organiseren, dat is geen zaak van politieke participatie, dat is een zaak van socioculturele participatie. Dus dat is niet het verhaal waar men zich moet bezighouden. Dat is de eerste zaak. Dat is dus dat ouderen zich bewust zijn van het feit dat het passief participeren, dus dat dat niet een zaak is van politieke participatie, van constructie, van bouwen aan die lokale samenleving, dat dat andere zaken veronderstelt. Ik ga daar straks op terugkomen. Het tweede, dat veronderstelt een open bestuur. Dat veronderstelt een bestuur dat eigenlijk zijn senioren, dat is eigenlijk al paternalistisch, maar dat eigenlijk de bewoners van de gemeente, die ouder is dan 60 jaar, als normale mensen beschouwt. Normale mensen. Dus eigenlijk niet als een soort van, laten we zeggen, afwijking van de gewone burger. Dus dat is de eerste zaak. Dus dat wil zeggen, een afwijking van de gewone burger, dat je met verminderde competenties, die even toch wel wat beter wat rust enzovoort en dat soort van dingen. Nee, als gewone mensen met competenties die, wanneer dat ze dat wensen, kunnen mee partner zijn in beleid. En dan hebben we het over participatie, over democratie. En mensen die wat subversieve toespraken van mij willen zien op YouTube, heb ik zojuist gehoord. Dat ging waarschijnlijk over die participatieve democratie. De meeste manieren van participatieve democratie vandaag zijn eigenlijk schijndemocratie. Met andere woorden, er worden beslissingen genomen en dan wordt dat voorgelegd en dan mogen de eigenlijk ja of ja zeggen. Hè. Dus dat is eigenlijk de democratie. Echte democratie. En hier gaat het over, wanneer dus dat we spreken over ouderbehoeftenonderzoek, en dat was eigenlijk de bedoeling van het verhaal, is eigenlijk om een echt soort van participatieve democratie te organiseren. Met andere woorden, gaat senioren die wensen, die dat willen doen, actief gaan betrekken in de beleidsvoering. En hoe ga je dat doen? Gaat dat doen van bij stap 1. Van voor dat je nadenkt over wat hij gaat doen. Gaat dat doen door in eerste instantie een aantal zaken in kaart te brengen. Onderzoek te doen, waarbij dat onderzoek gedaan wordt, niet door professioneel, maar een onderzoek waarbij de senioren zelf betrokken zijn in het doen van het onderzoek, het bepalen van de prioriteiten, het nadenken over welk soort van acties en projecten zouden kunnen ontwikkeld worden, het uitvoeren van projecten, het evalueren van projecten, en het verder gaan in dat soort van verhaal. En vergis u niet, wanneer je zegt van we gaan beleidsvoering doen, dan is een van de grote fouten die de mensen meestal maken, dat is van we moeten een gigantisch groot project hebben. We moeten een gigantisch grote, laten we zeggen, beleidsinitiatief aanvoeren. Wij waarschuwen altijd, en wij hebben nu meer dan 165 gemeenten gedaan in steden en gemeenten gedaan in Vlaanderen. Wij waarschuwen de gemeenten altijd voor megalomanie. Dus small is beautiful. Begint met kleinschalige projecten, begint met kleinschalige interventies die succes opleveren, waardoor dus dat je eigenlijk een methode van participatie met burgers kunt ontwikkelen en waarbij dus dat je steeds meer burgers op een zeer actieve, positieve manier kunt betrekken bij de beleidsvoering, bij de ontwikkeling van beleidsvoering, bij het bedenken van nieuwe dingen. Want ik was 3 weken geleden op de voorstelling van een internationaal onderzoek over de programmatie van zorg- en dienstverlening. En daar hebben we ook de cijfers van Nederland gezien. Die zijn niet zo sterk verschillend als deze van België. Wat zien we daar? Dat tegen 2025 bij ongewijzigd beleid dat we nog 49% van de zorgverlening kunnen voorzien die wij moeten voorzien. 49%, dus dat wij zeggen 51% zal uit de boot vallen. Als we dat niet willen, dan moeten we ofwel de financiering voor de ouderenzorg drastisch optrekken, ofwel moeten we zorgen voor andere manieren om daarmee om te gaan. En ik denk dus dat er heel wat andere manieren zijn om daarmee om te gaan. Ik ben met name ook adviseur van de vicepremier
nu net in zaken innovatie in dat soort van terreinen. Hoe kun je daar op een andere manier mee omgaan? En een van de essenties in dat verhaal, dat is dat ouderen daar een veel actievere rol zullen moeten inspelen. Ouderen zullen op een veel actievere manier, zij die dat wensen, en veel mensen wensen dat, en zij kunnen dat, zullen op een veel actievere manier moeten betrokken worden bij, laten we zeggen, die lokale constructie van die samenleving. Lokale constructie van die samenleving. Hoe lang heb ik nog, meneer de voorzitter? 10 minuten. Voor. Nog 10 minuten, dan heb ik nog ruim genoeg om even een paar keer op de knopjes te drukken. De Belgium Aging Studies. Wat daar heeft mij gevraagd om daar iets over te vertellen. De Belgium Aging Studies, dat is eigenlijk een, ja, ik kan niet zeggen een ontaarde grap, maar we zijn, dat is geen grap hoor, maar we zijn vandaag, die cijfers over die politieke interesse, wat dat maar wil doen enzovoort, dat moet je maar een keer lezen. Ik ga van eerste keer over, ik heb het eigenlijk allemaal verteld hoor, maar je moet dat maar een keer lezen. De Belgian Aging Studies, wat was dat? Dat was in 2002 wilde de Vlaamse overheid wou eigenlijk de lokale besturen aansturen om een kwalitatief en structureel ouderenbeleid te ontwikkelen. En binnen dat kader was er een luik één kwalitatief en structureel ouderenbeleid. Maar wat is dat? En twee, dat is dus dat dat op een participatieve manier moest gebeuren. Dus dat wij zeggen dus dat we ouderen moesten betrekken, dat ouderen zouden moeten betrokken worden in dat verhaal. Twee componenten. En als de gemeenten dat zouden doen, dan zouden ze beloond worden met de financiering. Zouden ze een bepaald bedrag krijgen om dat uit te voeren. Dat was de discussie in 2002 en het lag in de lijn der verwachtingen dat dat zou goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. En het is later ook goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar het is nooit uitgevoerd. Hè? Geld, kwestie van geld. Maar dat heeft eigenlijk niet belet dat, laten we zeggen, die systemische, die verandering van het systeem eigenlijk ingezet is geweest. Maar in die periode in 2002 werd ik opgebeld door een aantal burgemeesters en die mij vroegen, Dominique, kunt jij voor ons geen behoeftenonderzoek ontwikkelen? Maar wij zouden eigenlijk niet met een natte vinger willen vertrekken. Wij zouden eigenlijk willen vertrekken op cijfers, op wetenschappelijk correcte cijfers. En we zouden van daaruit willen een, wat we ze noemden, een evidence-based policy voeren. Dus een beleidsvoering op basis van bewezen componenten. Kunnen dat doen voor ons? En wij zijn brave jongens en we zeggen ja. Ja, we kunnen dat doen. Ja. We kunnen dat. En wat gaat dat kosten? Ik zeg, dat gaat zoveel kosten. Ja, maar dat kunnen we niet betalen. Oké, okay. Ja, goed. En dan hadden ze dat in een boekje gezet van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. En we kregen een telefoon achter een ander. Dominique, kunt je dat doen? Ja, we kunnen dat doen. En hoeveel kost dat? Zoveel, ja, kunnen we niet betalen. Nu, na de vierde telefoon, zeg ik, ja, vroeger zoveel gaat dat kosten? Ik zei, zoveel, maar ik zei, je kunt dat niet betalen. Ah ja, nee, we kunnen dat niet betalen. Ja, enzovoort, enzovoort. En dat was het probleem. Ik had dan een aantal hele grote steden die zeggen van ja, dat kunnen we wel betalen. Maar dat was eigenlijk geen eerlijke zaak. Dus dat wil zeggen dat die grote steden die het wel kunnen betalen, dan eigenlijk gefaciliteerd worden om dat te doen. En dat de kleinere gemeenten dat niet zouden kunnen doen. Daar hebben we gezegd, laten we nu een systeem ontwikkelen waarbij dus dat we uiteindelijk, wat dat wij moeten doen, dat is de wetenschappelijke correctheid van het verhaal, al de sleutels die wetenschappelijk zijn in de hand houden. En laat ons zeggen, al hetgeen dat gedecentraliseerd kan worden op het niveau van de competenties die er zijn, dat we dat kunnen decentraliseren. We hebben afgesproken met provinciebesturen. Het provinciebestuur West-Vlaanderen zei tegen ons, had gehoord dat wij eigenlijk zinnes waren om iets te ontwikkelen. Zei van, kunnen we dat niet samen doen? We hebben dat dan samen gedaan met het provinciebestuur. En de provinciebestuur West-Vlaanderen heeft dat aangeboden aan zijn lokale gemeente en gezegd van, wij gaan die coördinatie doen van het verhaal. We hebben voor de vragenlijst 1,5 jaar gediscussieerd. 1,5 jaar met ouderenorganisaties, vertegenwoordigers in de seniorenadviesraden, met beleidsvoerders, lokale beleidsvoerders, provinciale beleidsvoerders enzovoort, met specialisten. En we hebben een topiclijst van thema's opgesteld, samen met die groep. En we hebben gezocht voor elk van die topics, van die thema's, eigenlijk wat dat bestand gevalideerd instrumenten waren in de wetenschap.
voor het grote gedeelte van het onderzoek waren er bestaande gevalideerde instrumenten. En voor een aantal andere bestond er geen meetmateriaal. Dus dat hebben we ontwikkeld en dat hebben we later gevalideerd in AFRA. Zo is dat eigenlijk ontstaan. We dachten, we gaan dat nu juist doen voor de provincie West-Vlaanderen. En dan zijn we er vanaf. We hadden gezegd tegen de gouverneur, 10 gemeenten en that's it. En ja, goed, ja, er waren er 10. En dan telefoon van de gouverneur, Dominique, zou het er niet Nelste kunnen bijkomen? Goed, ja, Nelste, ja. Goed. En we doen de eerste resultaten van het ouderbehoeftenonderzoek in Brugge. Sanderdaags, eerste pagina van de landelijke pers enzovoort. En dus Sanderdaags stond de telefoon roodgloeiend. Andere provinciebesturen, wij willen dat ook. Andere gemeenten, wij willen dat ook. Vandaag hebben we een goede 165 gemeenten en steden gedaan. En vandaag, dat wil zeggen dus dat we ongeveer 70.000, als ik me niet vergis, 70.000 ouderen hebben bevraagd in Vlaanderen. We hebben nu een contract, de afgelopen week hebben we het contract gefinaliseerd met Wallonië, gaan we ook heel het Waalse gedeelte doen. En Tini heeft het voor Nederland de volledige verantwoordelijkheid voor het Nederlandse verhaal, maar het is met dezelfde methodologie. Dat heeft een aantal rare effecten. Wat dat in eerste instantie een instrument was voor lokaal beleid, met de bedoeling om in eerste instantie mensen een instrument te geven om beleid te gaan voeren. Want na 10 jaar onderzoek in de politieke participatie van ouderen in lokaal beleid kwamen we tot de vaststelling dat iedereen wel wilde beleid voeren, vanuit die seniorenadviesraden en ook vanuit het lokaal beleid, maar dat men geen idee had waarover. En dat we een instrument moesten aanreiken dat eigenlijk een vertrekbasis was om dat verhaal te kunnen realiseren. Een tool. Is het onderzoek een instrument op zich? Een onderzoek dat je doet, je maakt daar een aantal mooie verhaaltjes van, mooie cijfertjes van en je steekt dat in de la en je doet er vervolgens niets mee. Dat is de bedoeling niet. Dat zeggen wij ook aan gemeentebesturen. Als wij in Vlaanderen aan gemeentebesturen zeggen van, wilt u meedoen aan het ouderbehoeftenonderzoek? En ze zeggen oké, goed, ja, wij twijfelen. Dan zeggen we, als je twijfelt, absoluut niet meedoen. Niet meedoen. We zijn alleen maar geïnteresseerd in gemeenten die met het materiaal iets willen doen. En het interessante van dat verhaal dat is dat we nu 165 gemeenten hebben en dat we de mogelijkheid hebben op een gestandaardiseerde manier op al die niveaus benchmarks te doen. Dus dat wil zeggen, een soort gemiddelde te berekenen voor, bijvoorbeeld voor nu, voor Vlaanderen, wat dat binnenkort ook in Nederland de mogelijkheid zal zijn, dat is benchmarking. Dat is van wat is het gemiddelde in Vlaanderen, in jullie geval in Nederland, wat is het gemiddelde voor die provincie bijvoorbeeld, wat is het gemiddelde voor steden of gemeenten van deze of deze grootte en hoe kunnen die vergeleken worden met die benchmarks als dusdanig. Dat geeft een groot voordeel, dat is dus dat je u cijfers kunt vergelijken met andere steden en gemeenten. Dat wil zeggen dus dat je u eigenlijk kunt afzetten ten opzichte van een aantal zaken. De fout die je niet mag maken, dat is andere steden en gemeenten met elkaar gaan vergelijken in de publieke scène, maar dan heb je politiek opbod en dat moet je niet doen. Wat dat belangrijk is, dus dat is dat intern binnen gemeenten vergelijkingsmogelijkheden op termijn, op zeer korte termijn mogelijk zijn met de benchmarks. Dat geeft gemeenten, lokale bestuurders, lokale stakeholders, de mogelijkheid om aan de slag te gaan met, rond politieke beleidsvoering, rond de ontwikkeling van een beleidsplan. En heb je genoeg met die cijfers alleen? Nee, je hebt niet genoeg met die cijfers alleen. Want als je die cijfers hebt, dan kun je zeggen, oké, ja, de gemeente, in dat geval Miel, situeert zich bijvoorbeeld ten opzichte van de benchmarks zo en zo en zo en zo. Maar is dat veel? Is dat weinig? Dan is het belangrijk om met de stakeholders rond de tafel te gaan zitten om context te geven. Want in de gemeente Mil, ik ken er al 2 van buiten, dat is Mil en Sint-Hubert, en er zijn er nog 2 andere. Nee, Wilbertoort en Langeboom. Ja, veel te moeilijk om uit te spreken. Maar ik ken ze, het is ongelooflijk. Het herinnert mij aan een sketch van Toon Hermans, van de man die al de vogels van buiten kende. Ik ken ze allemaal van buiten. En belangrijk is naar perspectief, dat is dus dat het de lokale stakeholders zijn die betekenis moeten geven aan de cijfers. Dus met andere woorden, je moet kwalitatief
data gaan toevoegen. Met andere woorden, hoe komt het dat de cijfers zo zijn zoals dat ze zijn in Mil, dat ze zijn zoals dat ze zijn bijvoorbeeld in Sint-Hubert, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat moet je met lokale mensen doen. En van daaruit, Erik, dat je die cijfers context hebt gegeven, kun je gaan naar, laten we zeggen, een soort van prioritaire analyse van het verhaal. Wat zijn prioriteiten voor ons? En vanuit die prioriteiten is dan het volgende stap, dat is de ontwikkeling van een plan. Dus dat wil zeggen, als je denkt van we gaan een onderzoek doen en we gaan morgen een plan maken, dat is een bridge too far, dat is veel te snel. Je moet dat zo niet doen. Je moet een plan maken op basis van een consultatieve ronde. En dat is belangrijk in dat perspectief. Dus in dat perspectief is het belangrijk om stakeholders, niet alleen ouderen, hè, maar ook professionele organisaties, mensen die eigenlijk daarmee betrokken zijn. Want wat wij nu hebben, dat is dus dat wij bijvoorbeeld woningcorporaties over de vloer krijgen, zorginstellingen over de vloer krijgen, thuishulporganisaties over de vloer krijgen, die met onze data verder willen werken om hun, laten we zeggen, organisatie te gaan optimaliseren. Dus dat wij zeggen, je moet vertrekken vanuit de krachten van je lokaliteit. En als je in Mil, of ja, als je in Mil een ouder behoeftenonderzoek doet, zoals dat in Uden bijvoorbeeld, of in andere gemeenten, zoals we in Vlaanderen hebben gezien, dan zie je dus dat er in elke gemeente een aantal sterkten zijn en een aantal zwakten zijn. En de focus is niet u concentreren op de zwakten, de focus is u concentreren op de sterkten om uw zwakten weg te werken. En dat is eigenlijk het verhaal van het ouderbehoeftenonderzoek. Het ouderbehoeftenonderzoek is een instrument om in eerste instantie samen met ouderen zelf ze een actieve rol te geven in de constructie van die samenleving als bouwers, als architecten van die samenleving. Ze meenemen in het hele proces naar de ontwikkeling van kleinschalige projecten. Hè. Ik ga u een voorbeeld geven van een kleinschalig project om af te ronden. Hè, want mensen gaan dorst krijgen anders. En ik ook, eigenlijk, ik heb dorst, is daarom dat we gaan afronden. Hè. Dus belangrijk in dat perspectief, dat is dus dat je dan na die prioritisering afgaat naar de ontwikkeling van kleine projecten. En die kleine projecten, daar heb je doers nodig. En in tegenstelling tot de klassieke synode- en adviesraden die het alleen maar denkers zijn, hè. Zeer belangrijk ook, denkers, hè? Dan heb je eigenlijk vooral doers nodig. En om terug te komen op het verhaal van vrijwilligerswerk en de hoogopgeleiden die in het vrijwilligerswerk zitten, als je doers zoekt, dan maak je ook profielen voor doers. En dan ga je ook mensen met een lagere opleiding kunnen betrekken als vrijwilligers. En dan zie je dat je die mensen uiteindelijk ook een activiteit geeft die voor hen zin geeft. Van naast het feit dat opleiding, competentie enzovoort een belangrijke rol spelen, participatie in het verenigingsleven een belangrijke rol spelen, ziet je dat maatschappelijke zingeving eigenlijk de belangrijkste determinant is om mensen te kunnen betrekken in activiteiten van algemeen belang. Het moet een algemeen belang zijn. En als er nu iets is dat een algemeen belang heeft, dat kan gefaciliteerd worden door een algemeen bestuur, dan is het algemeen belang en niet het particuliere, het persoonlijke belang. En ik denk dat dat de boodschap is, dat is de doelstelling, althans van het ouderbehoeftenonderzoek, waarvoor dat wij het ontwikkeld hebben. Dat is een systematische verandering realiseren bij de lokale besturen, waarbij dat ouder niet als leidend voorwerp, met een lange ei, maar als leidend voorwerp met een korte ei kunnen beschouwd worden. En waarbij dat ze kunnen betrokken worden in lokale projecten. Ik geef u een laatste voorbeeld om u zeer duidelijk te maken waarover dat gaat. Dat is, we stellen in een bepaalde Belgische gemeente, in Belgische stad vast, dat daar de sociale, en het is niet Brussel, hè, de sociale cohesie het laagst is van hetgeen dat we in Vlaanderen meten. Hè. De sociale cohesie, alles wat participatie, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, buurbetrokkenheid, ach, zuur, jongens. En het gemeentebestuur, het socialistisch gemeentebestuur, zegt tegen ons van kunt gewoon helpen. En de Broeders van Liefde, dus de katholieke instelling, psychiatrische instelling, die zegt van, Dominique, kunnen ons niet helpen. Wij willen samen met het stadsbestuur daar iets aan doen, want dat is dramatisch.
Ik heb 5 vergaderingen nodig gehad om uit te leggen dus dat we niet voor de ganse stad een project zouden kunnen ontwikkelen, maar dat we eerst moesten een project ontwikkelen voor een bepaalde wijk en daarna dat project gaan uitplooien. En dat we de manier waarop dat we dat project zouden ontwikkelen, dat dat eigenlijk met die lokale krachten was, dat we eerst die wijkbiografie moesten incorporeren, maar met behoeftenonderzoek kun je dat starten. Dus dat verhaal, en dat dan, als dat een succes is, uit gaan plooien naar andere wijken en regio's. Wel nu, wat hebben ze daar gedaan? In die wijk, ik ga het toch verklappen als ik het vertel, was er een fabriek waar dat er suiker wordt geproduceerd, was er een fabriek waar dat iets zuurs geproduceerd wordt, en was er nog een fabriek waarbij dus dat een ander soort van voedingsstof georganiseerd wordt. En wat heeft men gedaan? Men heeft een soort van wedstrijd, kookwedstrijd georganiseerd in die wijk, ja? Waarbij dus dat iedereen dus die producten aangeleverd kreeg door vrijwilligers die het kwamen aanbieden in de huizen. En dat was er een happening waarbij dus dat de beste recepten die gemaakt werden in die wijk gepresenteerd werden en door een deskundige jury, laten we zeggen, beoordeeld werden. En dat product dat daar gemaakt is voor 1 jaar het product dat door het gemeentebestuur op recepties wordt aangeboden en dat soort van aangelegenheden. Zijn wij geïnteresseerd in dat product, in dat taartje of in dat recept? Nee, wij zijn niet geïnteresseerd in dat recept. Het ging over het versterken van sociale cohesie, over een methode ontwikkelen, hoe dat je, laten we zeggen, interferentie in die lokaliteit kunt ontwikkelen en hoe dat je communicatie kunt ontwikkelen. Dus dat proces enzovoort, dat is van belang. En dan komen we tot het laatste, en dat is zeer belangrijk. Dat is dus dat heel wat mensen zich blind staren op het product, met andere woorden, het taartje, en dat is eigenlijk, of non-concern, dat is eigenlijk van geen belang. Maar het gaat dan eigenlijk over dat we de competentie vooral moet inhuren om de processen, om dat soort van dingen aan te sturen, dat je die meepakt in je, laten we zeggen, in je beleidsvoering. En daar gaat het nu over, dat is het product, is van wijk tot wijk verschillend. En daar moet je ingaan op de competenties, de mogelijkheden, de krachten die in die lokaliteit zitten. Maar de processen zijn altijd dezelfde. Ik heb gezegd. Ja, professor Verté, een lichtvoetig verpakte, krachtige boodschap wat mij betreft. U heeft ons nog eens voorgehouden in de eerste plaats dat ouderen gewone mensen zijn. Dat is toch goed dat we dat weer eens met elkaar kunnen constateren. En een belangrijk element, en in die zin sloot u voortreffelijk aan de inleiding van de heer Cadol. Professor Cadol heeft ons aangegeven hoe het behoefteonderzoek eruit zou kunnen zien. En u heeft ons aangegeven dat het niet in de bureaula zal belanden. En wat je daarvoor moet doen. En ik vind het ook buitengewoon belangrijk, want toen ik de titel van uw lezing zag, het ging over politieke participatie van ouderen, maar u heeft dat prachtig genuanceerd door te zeggen, dan gaat het niet over seniorenpartijen of seniorenraden, het gaat erom dat de ouderen een hele belangrijke rol kunnen spelen in die samenlevingsopbouw. En dat is denk ik een prachtig thema, daarmee hebben we eigenlijk alles over de schaduw van het onderzoek heen gekregen. Het onderzoek kan daar straks een geweldige impuls voor geven, maar daar ligt de echte opdracht. En zo heeft u ons dat voorgehouden. Ik kan me voorstellen dat die beide betogen bij u een aantal vragen hebben opgeroepen. Daar kunt u gerust nog heel eventjes over nadenken onder het genot van een kopje koffie. Zoals gezegd, wij leggen hier, ik kijk even naar Henry, hier leggen we formulieren neer. Als u een vraag heeft, vul ze in. U kunt er uw naam bij zetten, dat is makkelijk straks om daar even op terug te komen. Als u dat niet wil, dan mag dat ook. En dan kunnen we op die manier straks nog een boeiende discussie hebben. We zijn wel gebonden aan een strakke tijd. 11 uur beginnen we met de forumdiscussie. Want de beide heren en de professor Verté heeft al een beetje de tipje van de sluier. Die moeten racen naar Brussel, want die hebben nog een belangrijke boekpresentatie, zo begrijpen wij. Dus we moeten wel strak in het tijdschema blijven en dat betekent dat ik u graag om 11 uur hier terugzie. Wij beginnen met de forumdiscussie. Er zijn een aantal mooie vragen binnengekomen, waarvoor dank. Ik moet wel even de logistiek nog even benadrukken. Ik begin met een aantal vragen aan de beide professoren en dat komt omdat die geweldige
tijdsdruk hebben. En dat betekent dat die zo rond 11:30 mogelijk al moeten vertrekken. Dus we beginnen even met een aantal vragen aan hun. Maar er zijn ook een aantal vragen die nadrukkelijk bij wethouder van Schipstal thuis horen. En niet dat u denkt, hij komt nooit aan de beurt. Dat gaat straks gebeuren. Ik begin met een vraag aan professor Verté. In de cijfers van professor Cardol zat al in dat een bepaalde groep eigenlijk in die samenleving niet meedoet. En er zijn eigenlijk een tweetal vragen over, als nu de ambitie is om ook die mensen die niet meedoen. U had het geloof ik over iets van 40% of een percentage wat niet aan vrijwilligerswerk doet. En u pleit daarvoor om die mensen juist wel in die actieve rol te betrekken. Hoe doen we dat? Hij doet het. Ja, dat is formidabel. Zij noemen mij soms de Mr. Bean van de Vrije Universiteit van Brussel. Dus. Alles wat ik vast heb, mislukt. Maar er zijn een aantal dingen dat je moet weten wanneer je mensen wil betrekken. Als je de cijfers in Vlaanderen bekijkt, sociale isolatie, ernstige eenzaamheid, dat is ongeveer 20%. 20% van de populatie 60 plus is ernstig, voelt zich ernstig vereenzaamd en heeft daar nadeel van, zoals dat ze zelf zeggen. We hebben een aantal experimenten gedaan. We hebben een aantal gemeenten gedaan waarbij we dus dan in 2004 het onderzoek gedaan hebben en in 2010 opnieuw het onderzoek gedaan hebben. Waardoor dat we in staat waren om effecten van beleid te kunnen meten. Ik ga het voorbeeld geven van de stad Brugge. Zeer slechte sociale cohesie, zeer lage participatie, verenigingsleven, groot sociaal isolement, enzovoort, enzovoort. Onveiligheidsgevoelens, zeer hoog. In een stad als Brugge, waar dat ze de eerste criminelen nog moeten vangen, drogen en inplakken, om in een museum te kunnen plaatsen, zodat mensen ook een crimineel hebben gezien. Dus onveiligheidsgevoelens, criminaliteit is dat zeer laag, maar zeer hoge onveiligheidsgevoelens. We hebben gezegd tegen de lokaal bestuur, zet vooral in op buurten. Zet vooral in op kleinschalige projecten, lokale, kleinschalige projecten, verover de straten. Ja? En dan gaat je een effect hebben op je sociale cohesie. Wat hebben we gezien? Heel sterke toename van sociale cohesie na 6 jaar. Participatie, verenigingsleven, niet in 1 vereniging, maar in alle verenigingen. Zie veel sterker buurtbetrokkenheid. Veel lagere gevoelens van vereenzaming enzovoort. Maar het aantal mensen dat ernstig sociaal geïsoleerd is, is invariant. Verandert niet. Ah. Niet. Nul. Dus dat is hetzelfde. Dus dat wil dat zeggen dat de schema's die je gebruikt, de interventies die je gebruikt om sociale cohesie te versterken, vooral gericht zijn op preventieve acties, waardoor dus dat je sociale isolatie op termijn gaat tegengaan en waarbij je dus dat je dat soort van probleem op lengte van termijn gaat verminderen, maar dat je echte sociale isolatie alleen maar kunt doen via andere interventiestrategieën. Het voorbeeld dat we gedaan hebben in Antwerpen, sociaal geïsoleerden, kwetsbaren, dat zijn mensen die je niet meer ziet. Je ziet ze niet. Dus je denkt, ze bestaan niet. Oké? Dus wat wil dat zeggen? Dus je moet ze gaan zoeken. En wat we in Antwerpen gedaan hebben, is een vrijwilligersnetwerk van 250 gepensioneerden senioren uiteindelijk opgeleid om koffie te gaan drinken bij de mensen. Hè? Zeer moeilijke aangelegenheid. Koffie gaan drinken bij een soort buurtconciërges. Waarbij dus dat kwetsbare ouderen, sociaal geïsoleerden, gedetecteerd werden en dan professioneel werden toegeleid. En dat is een andere techniek. Dus dat wil zeggen, voor elk soort van segment van sociale isolatie, van exclusie, moet je de adequate en heel dikwijls experimentele vormen van interventie gaan toepassen. Geënt op je lokaliteit. Ja. Ik hou even vast, ik kom direct nu. Ik hou even vast dat je dus de maatregelen die in het algemeen gericht zijn op het bevorderen van sociale cohesie, dat je daarmee niet de garantie hebt dat die kwetsbare groepen, zoals ook de ouderadviseur uit Langeboom bijvoorbeeld vraagt, dat je die daarmee bereikt. Daar is iets anders, iets meer, maar iets op maat voor nodig. Ja. Ik moet hem vasthouden. Ja. Misschien even, in Nederland heb je een onderzoekster, Anja Machielse, die zich ook heel veel met eenzaamheid bezig gehouden heeft. En die heeft ook gekeken welke interventies zijn bij welke vormen van eenzaamheid werken eigenlijk. En zij heeft daar ook een overzicht van gemaakt. Dus zij zegt ook niet overal is het natuurlijk mogelijk om koffie te drinken en eenzaamheid dan te bestrijden. Ja.
Mooi, dank. Het bevestigt denk ik dat er ook hier en daar nog wel kennis te halen. Ja, graag. Een aanvulling op een paar maanden terug had ik bij de presentatie van het eindrapport van het behoefteonderzoek, toen werd ook deze vraag ongeveer gesteld. En toen zei een van de mensen van nou, wij weten, we hebben dat via allerlei kanalen doorgekregen, dat er een aantal mensen zijn die aan het profiel beantwoorden wat Dominique zegt, die we als eenzaam typeren, kwetsbaar, maar hoe krijgen we daar contact mee? En wat men deed, is dat men aanbelde, om het maar zo te zeggen, en probeerde een contact te leggen, een kopje koffie te drinken. Waarbij, ik heb aangegeven, misschien valt het in het profiel wat u zegt, dat dat eigenlijk op voorhand gedoemd is te mislukken. Want als dat zo makkelijk zou zijn, dan zou de situatie daar niet zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen aanspreekt op iets wat dichtbij zit en wat bij de interesse ligt. Dus een activiteit, of dat nou is een theaterbezoek of een culturele middag, dat is een zeer veilige manier, want dan spreek je mensen niet aan op de kwetsbaarheid of op de eenzaamheid, maar op een eventuele interesse in een activiteit, waarbij vervoersproblemen een overbrugging kan zijn of andere. Dus probeer op een zeg maar sociaal acceptabele manier, toegankelijke manier, op een aantrekkelijke manier, probeer het daar te vinden en probeer niet het probleem aan zich ter discussie te stellen of daarop in te gaan, want ik denk dat mensen dan terughoudend worden. Ja. Maar ik hou vast, die persoonlijke benadering, die is wel goed. Hè? Dus het aanbellen is beter dan een advertentie in het lokale blaadje zetten. Alleen de soort vraag die je stelt is belangrijk. En ik denk dat het goed is om daar iets positiefs in te leggen. Mooi is ook, en dat zit in uw voorbeelden, dat we ook als we de ogen openmaken, dat daar ook hier en daar voorbeelden van zijn hoe dat ze dat gedaan. Ik ken in Zuid-Limburg een plaatsje waar ze bijvoorbeeld zo samen boodschappen zijn gaan doen. Dat is zo'n activiteit waarvan je zegt, nou ik spreek je niet aan op je zwakte, maar we gaan samen boodschappen doen. Dus ik denk een belangrijk signaal om in die zin dat element van het ouderenbeleid ook actief op te pakken. Dit punt eventjes daarbij laten. Er waren ook een paar vragen. En die stel ik aan professor Cardol over hoe dat het behoefteonderzoek zich hier verhoudt, bijvoorbeeld tot een paar andere dingen die in de regio spelen. Eentje daarvan is dat de GGD Brabant op allerlei manieren natuurlijk ook cijfers, gegevens verzamelt. Kunt u daar iets over zeggen, hoe die beiden zich verhouden? Nou, hoe ze zich verhouden, ik heb een paar dagen terug en ik kijk even rond, want mevrouw Rutte, die zit in de zaal van de GGD daar. Een collega van u heb ik een paar dagen geleden op bezoek gehad samen met iemand van het RIVM, de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. En die hebben laten zien hoe de vragenlijster van de GGD uitziet, wat zij periodiek om de 4 jaar is het, afnemen. En we hebben geconstateerd dat daar een aantal vragen in zitten die ook, als ik het zo mag zeggen, omgekeerd kan ik het ook zeggen, in de vragenlijst zitten van ons behoefteonderzoek. We hebben aangegeven dat het jammer zou zijn dat als er binnen een gemeente in ongeveer dezelfde periode dezelfde doelgroep benaderd zou worden met dezelfde vragen. Precies. Nou, dat moet je zien te voorkomen. Dus van de andere kant kun je zeggen, er zitten ook een heleboel vragen bij ons in die niet in. Je hebt toch een andere invalshoek dan de GGD dat in dit geval heeft. We hebben, en daar kan ik verder nog niet daar in detail op ingaan, we hebben in ieder geval met elkaar afgesproken. En daar praten wij ook in de vakgroepen in Brussel over, dat we kunnen kijken hoe we de krachten kunnen bundelen op dit gebied. Want ik denk, wij hebben de pretentie dat het van belang is dat zoveel mogelijk ouderen in de Nederlandse samenleving meedoen. Er ligt een traject via de GGD's. Misschien kunnen we dat traject benutten, terwijl we van de andere kant iets zouden kunnen betekenen voor de GGD. Dus het is geen competentie of een concurrentieslag die we met elkaar in willen gaan, maar kijken hoe we de krachten kunnen bundelen. Ja, mooi. Dat lijkt me een adequaat antwoord op de vraag. Misschien gelijk even een vraag naar u beiden. Want die gaat in zijn algemeenheid over onderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar ouderen. En als ik de vraag van mevrouw Bouwer heel kort samenvat, dan gaat het er eigenlijk over, want zij verwijst naar een periode waarin dat onderzoek heel sterk gedomineerd werd, bijvoorbeeld door een economische invalshoek. Is het nou zo dat het huidige onderzoek naar ouderenbeleid, dat wel onafhankelijk is? Misschien kunt u daar beide iets over zeggen. Dat het onafhankelijk is. Nu, de hele discussie over de waardevrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Ik bedoel, vandaag zie je ook, dat is dat hele discussie rond active aging.
en de invulling van active aging eigenlijk heel sterk waarde gestuurd is. Dus dat is niet onbelangrijk om dat aan te geven. Maar toen dat wij starten met het ouderbehoeftenonderzoek in Vlaanderen, hebben wij financiering geweigerd van de overheid om onafhankelijk te kunnen werken. Dus dat wil zeggen dus dat we uiteindelijk de resultaten die wij brachten en de aansturing die wij geven en de bijsturing die wij deden in de methodologie van het onderzoek totaal onafhankelijk kunnen doen. Tot op heden is het ouderbehoeftenonderzoek in Vlaanderen nog altijd subsidie onafhankelijk. Dus dat wil zeggen dus dat wij dat op eigen kracht doen zonder financiering van overheden. Ja. Misschien kan ik er dit aan toevoegen. Ik heb ooit geschreven dat het wetenschappelijk oog voor de werkelijkheid gaat anders zien in de toekomst, zeg ik. Nou, dat geeft eigenlijk aan dat je zegt van, sluit je niet te veel aan bij datgene wat er op dat moment werkelijkheid is. Er zijn boekwerken verschenen, wetenschappelijke studies van gerontologen, die bevestigden dat mensen vanaf 50, 55 jaar met een geestelijk, cognitief kennisniveau, dat daar een verval in zat. Nou, dat zou niet meer denkbaar zijn in deze tijd, maar dat paste in het beeld wat men destijds beschreef. Dus men in feite, Dominique heeft het straks heel mooi aangegeven, onderstreepte men de werkelijkheid zoals die op dat moment werd waargenomen. Ik denk dat er een verschil zit. Je hebt vele verschillende vormen van onderzoek. Je hebt fundamenteel onderzoek waarin je zegt van wat is er op een bepaald moment in de samenleving en je beschrijft dat. Het wezen van het behoefteonderzoek is dat het een actieonderzoek is, dat het beschrijft hoe een situatie is, maar niet om de situatie te bestendigen, maar om te zeggen hoe zouden we de situatie kunnen veranderen. En niet veranderen omdat dat op dat moment de politieke heersende opvatting is dat er iets moet veranderen, maar omdat het de wens is van de groep mensen die het zelf invult. De ouderen in dit geval, die daar een belangrijke rol in hebben. Dat vind ik dus nog wel een spannend punt, want ik snap wat dat, u zegt goede woorden over de positie van de wetenschap, maar als ik overal kijk naar de kanteling van de WMO en ook de cijfers zoals u die aangeeft, dan is helder dat de lijn van het beleid waarin we nu werken, dat we daar niet mee door kunnen. Dus er moet een grotere verantwoordelijkheid voor gezondheid, voor samenleving, bij de gemeenschap en dus ook bij ouderen komen te liggen. Dat lijkt ook een soort politiek statement waar ja, een aantal onderzoeken zoals u die doet, zonder meer bij aansluiten. Bent u dan toch nog, bent u ook in staat om daar weerwoord aan te bieden? En is dat niet een soort algemeen geloof wat we prediken en waar we te makkelijk in geloven dat dat allemaal maar kan? Kijk, er zijn er, misschien kan Dominique daar dadelijk ook iets over vertellen. We hebben morgen in het Vlaams parlement is er ook een congres en een van de sprekers daar is Chris Philipsen uit Engeland van de Keele University. En wat die gaat zeggen is active aging, actief ouder worden, waar we het in feite ook met het behoefteonderzoek over hebben, dat is min of meer een politiek gekleurde boodschap. Ja. Dus ik ga even mee in uw... Okay. Want, zegt hij, is het eigenlijk niet erg, er is een grote groep mensen in de samenleving, zeker ook in de Engelse samenleving, waar het armoedeprobleem in Europa het grootste is, die hebben hun leven lang hard gewerkt. En die zijn op het einde van een arbeidszaam leven en die willen genieten. Er komen wat stereotypen terug van een oude dag. En aan die groep wordt getrokken. Die moeten nu zo nodig ook direct en na hun arbeidszaam leven ook de maatschappij op een hoger plek. Hoe moreel of immoreel is dat? Je kunt dit vraagstuk kun je politiseren als je dat wil. Wat wij doen, denk ik, is... Laat ik het anders zeggen... Als je vanuit de economische invalshoek bekeken niet meer de middelen hebt om de samenleving voor te laten gaan zoals die nu is, wat wij dan verzorgingsmaatschappij noemen, het grote sommen geld blijven uitgeven en nog meer aan bijvoorbeeld intramurale zorg en de zorg. Als je dat niet hebt, dan kun je zeggen, dan moet je een andere koers bewandelen. Je kunt ook zeggen, maar als je het weer wel hebt, zou je de koers van vroeger terug kunnen halen. Ik denk dat het grote verschil is, wat Dominique ook heeft aangegeven, dat het gaat om het aan in beeld hebben van gewone mensen en wensen van gewone mensen. Of die wens nu is dat je zegt van het is mooi geweest na 45 jaar werk, of de wens is van ik zou nog een rol willen blijven vervullen in de samenleving. En dan zeggen we nou die tweede wens die kennen wij niet sinds 60, 70 jaar. Dus laat de mogelijkheden die je in de samenleving... Laat die dusdanig uitbreiden dat
datgene mensen wat ze zouden willen doen, ongeacht wat nou dat er een economische invalshoek is voor deze problemen, of dat het een tijdsverschijnsel is wat over 60 jaar misschien wat anders ligt, denken wij dat het kunnen krijgen van de ruimte om je talenten te ontwikkelen, en of dat nu is na je arbeidszaam leven, of het is als 85-jarige in een verzorgingshuis, dat je zegt, geef daar de ruimte toe en ben daar op gefocust. Misschien nog even de vraag ondeugend aan professor Verté stellen. En speel graag in ook op de discussie en of als u andere vragen heeft. Professor Cardol zegt, het systeem kan alleen overeind blijven als bijvoorbeeld de burenhulp met 20% toeneemt. Als nu die buren allemaal zeggen, ja, val me lekker niet lastig zeg. Als dat nou uit het onderzoek blijkt, ja, stoppen we er dan mee? Er zijn twee dingen, hè. Het oude behoefteonderzoek, en sluit aan bij de discussie, is onderzoek waardevrij of niet. Hè? En je moet als wetenschapper zeer goed beducht zijn, dat is waar dat de grenzen zijn van het wetenschappelijk onderzoek, waar dat je moet afblijven. Wat de doelstelling is van het verhaal, dat is een instrument aanreiken, waarbij dus dat je handvatten aanreikt om politiek te bedrijven. Je bedrijft geen politiek. Je moet er afblijven en je moet ook altijd maken als wetenschapper. En dat is de training dat ik altijd geef aan mijn medewerkers ook. Dat blijft je af. Je laat je nooit verleiden om een politieke uitspraak te doen over wat dat jij vindt dat men moet doen. Dat is niet uw zaak. Dat is een eerste stuk. Wij reiken een instrument aan. Iedereen die mij kent in Vlaanderen weet dat men noemt mij de rode professor. Dus niet voor niets. Dat is een politieke voorkeur, maar dat wil niet zeggen dus dat in uw wetenschappelijk werk dat enige rol van betekenis mag spelen. De grote groep van de steden en gemeenten zijn coalities waar dat heel diverse politieke partijen aan de macht zijn. Wij hebben daar nooit één politieke interventie gedaan. Tweede, dat is wanneer dat het gaat naar beleidsplanning, dan gaat je wel op het terrein van de politiek. En wat wij aanbieden als vervolgtraject rond het oude behoeftenonderzoek is een procesbegeleiding. En wij moeien ons nooit met de inhoud, met het product. Dat was hetgeen dat ik daar juist wilde zeggen. Je moet je nooit met het product, alleen met het proces. Je laat het proces toe waarbij dat de verschillende stakeholders volgens hun inzicht, volgens hun capaciteit, volgens hun noden en behoeften die zij zelf aangeven in de lokaliteit, tot actie overgaan. En dat is geen interferentie, dat is geen politiek, dat is geen waardeninmenging. Dat is het leiden van een proces. Dus dat wil zeggen dat je als wetenschapper op dat terrein zeer goed je plaats moet kennen. Heel wat lokale besturen hebben mij gevraagd om, Nick, wilde jij het beleidsplan gewoon schrijven. Ik schrijf het niet. Mag ik dat zo ook opvatten, om dit punt even af te sluiten? Dat betekent dat als u iets zegt over het feit dat er ruimte is in onze samenleving om veel meer van mensen te vragen in de zin dat ze meer voor anderen willen betekenen, dan is dat niet een politieke mening van u, maar dat is dan een mening gebaseerd op de onderzoeken zoals u die gedaan heeft. Zo moet ik het beluisteren. Wij vragen aan de mensen, als het u vragen, zou je meedoen? En 17% in Vlaanderen zegt ja. Precies. En ze, van die 17% zegt, maar ze vragen het ons niet. Dan zeggen wij tegen de politieke beleidsvoerders, tegen de lokale stakeholders, kijk, er is 17% die zegt dat ze willen meedoen en dat ze niet gevraagd worden. Dus als je vindt dat dat belangrijk is, dan kun je daar iets mee doen. Als je vindt dat dat niet belangrijk is, dan moet je daar niets mee doen. Oké, helder. Nee, maar helder. Daarmee is het punt helder gemaakt. Ja, ik kom even naar u toe. Gelukkig is het hier ruim. Ik ben Piet Beltman. Ik ben 65 geworden en mevrouw is gelukkig nog wat jonger. Ze rent zich de benen onder de kont om de kleinkinderen te verzorgen, want die ouders die werken allemaal en een stel woont toevallig in de buurt. Jullie gaan mij vertellen met alle bescheidenheid, wat ik heel erg waardeer, zeggen jullie van, er zijn eigenlijk twee grote problemen. Eén, er is geen geld. En twee, er zijn geen handen. Want de statistieken die jullie laten zien, ook al zou er meer participatie komen in de wijk, dan nog kun je uittellen dat er gewoon geen handen zijn. Als ik naar het bedrijfsleven om me heen kijk, die maken zich alleen maar druk om dat jonge volk wat er nog is, om dat binnen te halen. En dan vraag ik me af, hoe zit het straks in de zorg? Dus ik snap de uitleg allemaal, maar ik wou de uitdaging bij jullie neerleggen. Help ons eens om die stappen voorwaarts te maken en te kijken waar de werkelijke oplossing zit. Zit die nou in Polen hier naartoe te halen? Zit die
in sociale innovatie, waar Dominique het veel over heeft, of zit het in de technische innovatie, waar ik rond Eindhoven en alles van hoor. Maar help me eens om die toekomst over 10, 20 jaar, om die te schetsen dat het wel lukt. Want ik heb nog... Ja, helder. De vraag is helemaal helder. Wie wil daarop reageren? Ik zit hier eigenlijk niet in die hoedanigheid. Ik zit hier eigenlijk als ontwikkelaar van de Belgian Aging Studies, maar ik ben adviseur van de vicepremier en met name rond innovatie. En ik ben belast met twee zaken. Dat is, wat is hoe kunnen we de zorg naar de toekomst gaan via nieuwe modellen gaan oplossen. Ja? Moeten we dat doen met gewoon extrapoleren en het aantal, de middelen die wij momenteel in de ouderzorg steken, maar al zoveel en dan is het opgelost? Of moeten wij gaan naar nieuwe modellen, nieuwe manieren van ontwikkelingen die het eigenlijk mogelijk zullen maken om een oplossing te geven voor het verhaal dat we nu al kennen. Hè? We kennen het al. Dus we moeten niet zeggen dat we niet weten wat er op ons afkomt, we weten het al. En dan een tweede concept waar ik mee bezig ben en waar we ook volgende maand mee in de publiciteit komen, dus gaan aankondigen op welke manier dat het werkt, dat is uiteindelijk heel het verhaal van de sociale innovatie. Beide componenten spelen heel sterk op elkaar in. Wat je daar ziet, wat we rond de zorginnovatie doen, maar ik ga het kort houden, dat is eigenlijk vrij simpel. Dat is dat we werken vanuit buurtorganisaties en niet vanuit organisatiegedreven zorg, maar vanuit buurtorganisaties, vanuit een user, dus vanuit de gebruikers georiënteerde zorg. We zien dat wanneer we dat in Vlaanderen doen, en ik ben bezig met een programmatiestudie momenteel in Brussel, een van de grootste knelpunten in zaken zorg. Momenteel is Brussel, zeker met het aantal allochtonen in de populatie en anderstaligen, dan zien we dat er momenteel in Brussel veel te veel zorg is. Alleen dat zij die het echt nodig hebben, de zorg niet krijgen. Okay? Dus dat wil niet zeggen dus dat we ongelooflijk moeten investeren in nieuwe zorg. Dat wil zeggen dus dat we de zorgproces moeten gaan optimaliseren. Dus dat wil zeggen dus dat het niet alleen een verhaal is van de transsectorale samenwerking. Ja, de verschillende sectoren, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, die vandaag elkaar niet kennen, ja, en die elkaar tegenwerken. Het is een competitiemodel. Dus dat moet gedaan zijn. Dus dat wil zeggen dus dat we in het nieuwe zorgmodel en in de experimenteerruimte die we gaan financieren, te belopen van 10 miljoen euro recurrent, ja, dat we daar mensen gaan verplichten om samen te werken. En een van de meeste essentiële zaken in het ganse verhaal, dat is dat de grootste zorgverleners de mantelzorgers zijn. Vorig jaar is in Vlaanderen voor de eerste keer de term mantelzorg opgedoken in een decreet, dus in de wet. Voor de eerste keer. De belangrijkste zorgverstrekkers. In de experimenteerruimte naar zorgvernieuwing had de gebruiker, de mantelzorger, de key factor zijn. Bij de conceptualisering van de zorgprocessen, versterken van de positie en uiteindelijk ook het aansturen naar advanced care planning. Dus dat wil zeggen, als je ouder wilt worden, want iedereen gaat hier in de zaal ouder worden, we hebben de cijfers gezien, dan gaat je ook moeten nadenken op welke manier dat je wilt ouder worden, op welke manier dat je zorg wilt krijgen enzovoort. Dat is vandaag niet het geval. Als je dat allemaal omrekent, dan kun je gigantisch veel besparen en dan moet je nog geen enkele frang uitleggen om, laten we zeggen, nieuwe zorgconcepten te gaan ontwikkelen. Oké, misschien even af. Ja. Dus dat wil zeggen, dus dat er zijn middelen, er zijn methoden, maar je gaat op een heel creatieve, andere manier met de zorg moeten omgaan. En zorg is veel breder dan enkel zorg. Het gaat ook over huisvesting, urban planning enzovoort. Ik hou even vast en ik wil één punt nog laten aanscherpen door professor Cadol. Dat het dus van meerdere zaken afhankelijk is. Het is niet één oplossing. Hè. We hebben ook systeemvernieuwingen in de zorg nodig. We hebben misschien ook wel Polen nodig. Maar waar meneer ook mee begon, hè, met zijn persoonlijk voorbeeld, en dat punt zou ik graag nog van u iets meer van willen weten, dat is allerlei bewegingen in die samenleving trekken ons eigenlijk weg van de burenhulp. Het maakt het ons lastiger om voor anderen te zorgen. En toch gokken we erop dat we steeds meer voor elkaar gaan zorgen. Hoe verhouden die dingen? Nou, u zegt het heel treffend, we gokken erop. En daar zit het grote pijnpunt. Als je kijkt van, het slaagt niet, dus de idee om de komende 30, 40 jaar om een groot deel van de professionele zorg af te bouwen, wetend dat de mantelzorg met 30% terugloopt, dan zeg je dat gaat niet lukken als we er op andere manieren niet structureel wat aan doen.
En een van de manieren, daar morgen iets verder over, is dat je dat moet je op macrogebied, zeg maar, op overheidsgebied, op mesogebied, op organisatorisch gebied en in de thuissituatie, in de directe doen. Dus ik even macrogebied, als wij niet in het onderwijs, in het basisonderwijs, kinderen leren dat gemeenschapszorg een hoog goed is, dan moeten wij niet denken dat het tijdperk van 60, 70 jaar, waar we steeds verder zijn gaan individualiseren, dat we dat vanzelfsprekend of automatisch achter ons laten. Als wij niet tijdens het arbeidszaam leven al mensen niet alleen, een PIZ, een PIS-cursus geven, op het moment dat je 63 bent, waardoor je leert wat je rechten zijn en hoe het met je pensioen zit, maar je maakt ook niet een overgang door maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensen te verplichten om te zeggen, je hebt een paar dagen of dagdelen waarin je al vrijwilligerswerk gaat doen. Dus je maakt op die manier een wat logische overstap naar een ander leven waarin je vrijwilligerswerk, verenigingsleven doet. Dan lukt dat niet als we dat niet doen. Hetzelfde met maatschappelijke stages, wat nog een vrijblijvend geheel is. Dus wij zullen ook op macrogebied, dat zal in eerste instantie gefaciliteerd moeten worden, en in tweede instantie zal dat inherent moeten zijn aan de samenleving. Dus zo zit dat ook op organisatorisch en zelfs op microgebied. Als je je rol als consument zou willen blijven vervullen, stel dat je die al ooit vervuld hebt, dan is het goed dat je weet dat er aan je getrokken wordt, dat er ook iets van je gevraagd wordt, van de competenties die je. Dus je zult op dat soort gebieden via internet, er is veel, dat zal een vanzelfsprekend medium worden om op die manier het gebrek aan menskracht wat je hebt, aan zorgkracht wat je hebt, op te vangen. En niet als een devaluatie, maar als een goed alternatief tegen de achtergrond. Ja. Goed, ik vat het antwoord zo samen. Dit systeem is niet ontstaan in één jaar en we hebben het ook niet in één jaar veranderd. Er moet op allerlei fronten wat gebeuren, zowel op het hoge niveau als op microniveau. En professor Vertee wou daar nog één heel belangrijk puntje aan toevoegen, gelijk. Het is eigenlijk zeer simpel. Als je ziet hoe dat de kwetsbare ouderen het best omgeven worden in de samenleving, maar dat ze, laten we zeggen, de beste kans hebben om uiteindelijk goede zorg te krijgen, dan is de top 10 scenario's die wij gemaakt hebben, dan is in de 6 scenario's zijn het de low-skill jobs, de laag opgeleide jobs, die maken dat mensen best omgeven zijn. Dus de idee die nog altijd heerst in onze samenleving, dat het de artsen zijn en de verpleegsters zijn die het gaan oplossen, nee. Het zullen veel meer low-skilled jobs zijn die moeten toeleiden in die zorg. Poetshulp, bejaardenhulp, dat soort van zaken. Goed. Goed dat punt nog even aangevuld is. Omdat beide professoren zo dadelijk weg moeten, kijk ik nog even of dat er een dringende vraag vanuit de zaal is, want ik heb nog één vraag daar liggen. Is er nu nog één vraag waarvan u zegt, die willen we ze nog meegeven voordat ze naar Brussel afreizen, anders dan pak ik. Er zijn, en misschien kunt u daar ook nog iets over zeggen, ook een paar vragen gesteld over als je kijkt naar ontwikkelingen bijvoorbeeld in de eerste lijns zorg, hè, dan, u weet daar natuurlijk professor Cadol alles van af. Wat we willen is ook daar een verschuiving. Hoe verhoudt dat zich nou eigenlijk tot een aantal dingen die we besproken hebben over het ouderenbeleid? Hoe verhoudt het zich? Hoe verhoudt het zich tot de ontwikkelingen die we geschetst hebben? Nou, ik kan de vraag van Marcel Peters even. Op welke wijze is er ruimte in het seniorenbeleid voor de toegankelijkheid van de eerste lijns gezondheidszorg? Dit in het licht van de landelijke ontwikkelingen, met name voor de preventieve gezondheidszorg. Dus we willen meer in die eerste lijn zorg leggen. En haakt bijvoorbeeld het ouderenbeleid daar nu ook op aan? Ja, ik denk dat er zijn twee dingen. Dat is, het ene is de concrete vraag waarmee iemand komt aan een loket voor advies of dat iemand zorg moet krijgen thuis. En de andere is van de ontwikkeling van de eerste lijns gezondheidszorg, de thuiszorg. Als je naar het laatste kijkt, ik heb een paar maanden terug een artikel gemaakt over de toekomst van de thuiszorg. En die ziet er anders uit. Die ziet er zo uit dat je uiteraard altijd mensen hebt die een stukje deskundige ondersteuning geven. Maar er zal, je wordt tegenwoordig over wijkzorg, over buurtzorg gesproken. De essentie daarvan zal zijn dat je als wijkverpleegkundige de vaardigheid ontwikkelt en de ruimte neemt om vrijwilligers, informele mensen, mantelzorgers, om die te instrueren. Om een consultatiefunctie te hebben, omdat je nogmaals in aantal afneemt. Dus je zult in je buurt, in je wijk of anderszins mensen moeten mobiliseren die door jou geïnstrueerd worden. Tot een bepaalde mogelijkheid is dat. En die mogelijkheid die gaan wij steeds verder verleggen. Om een heel simpel voorbeeld te noemen.
vijf jaar terug, misschien zitten hier ook verpleegkundigen of mensen van Pantijn of andere organisaties in de lijn, was het aandoen van steunkousen was een verpleegkundige activiteit. En dat is langzamerhand een verzorgende activiteit. Ja. En dadelijk is het een helpende activiteit. En dadelijk kan ook een mantelzorger, dat kan nu al met enige steun. Dus wat wij doen is, en dat kun je zeggen, dat is misschien economisch gedreven, maar waar het hier om gaat is, hoe kun je die zorg die er nodig is, mobiliseren. Ja. En je zult steeds meer op afstand moeten komen staan. Ja. En zoals je dat als gemeente, als vangnet hebt, zo zul je als professionele zorgorganisatie ook, zeg maar, de laatste... het laatste bastion zijn om dat te doen. Ja, okay. Maar vanuit dat bastion moet je de samenleving instrueren. Denk ik. Mag ik dat ook zo vertalen dat dat ook betekent dat als je zo'n ouderenbeleid ontwikkelt wat in de richting gaat van maatschappelijke participatie van ouderen, dat daar die gezondheidszorg eigenlijk ook in mee moet in die beweging? Ja, oké. Absoluut. Ja. Goed, dank. Ik wil even de overstap maken naar ook wethouder Schipstal door nog even van uw aanwezigheid van het volgende gebruik te maken. Er is ook een vraag, en dat punt hebben we eigenlijk nog niet aan de orde. Misschien kunt u daar allebei nog iets over zeggen. Burgerparticipatieraden, professor Verté heeft daar even over gesproken, die hebben eigenlijk slechts een adviserende rol. En op die manier kunnen ze eigenlijk niet goed proactief meedoen. Hè? Of u heeft het over co-creatie. Hoe gaan we dat veranderen? En misschien kunt u in dat kader ook iets zeggen over, want dan kunnen we de overstap ook naar de wethouder maken, maar ik geef straks ook professor Cadol naar de kans nog voor. Wat betekent dat eigenlijk voor de rol van de overheid? Ik ga proberen kort te zijn. Hè. Dat is moeilijk. Wel, als je zegt, oké, goed, ja, u weet op subversieve... beeld op YouTube staat er een uiteenzetting van mij over lokale participatie van ouderen. En er is een beweging vandaag waarbij dus dat gaat naar een, laten we zeggen, democratie die onder druk staat. Dan zijn er twee mogelijkheden. Dan zegt oké, er moet minder democratie zijn. Minder democratie, en je ziet dat in alle Europese landen voor een groot stuk. Je ziet dat in Griekenland, je ziet dat in Spanje, je ziet dat ook in Nederland. Hè. Gedoogbeleid enzovoort. Dat is dus dat, je ziet dat ook in Vlaanderen ten andere. Dus waarbij dat men zegt, oké, er moet minder democratie zijn. Je moet strenger beleid, eendrachtig, sterke man enzovoort. Tweede oplossing is een meer democratie. Verdieping van de democratie, zoeken naar andere vormen van democratie. Wel nu... participatief beleid, co-creatie, is een nieuwe vorm van democratie, waarbij je dus dat gelukkig ziet dat ook vooral op de lokale beleidsvoering, heel wat lokale beleidsvoerders bezig zijn met experiment rond nieuwe vormen van democratie, waarbij dat burgers niet laten we zeggen, een keer gevraagd worden wanneer dat de beslissing genomen wordt om ja te antwoorden, maar waarbij dat burgers als voorwaardige partners betrokken worden om mee in de discussie te gaan, om te kijken op welke manier dat maatschappelijke problemen in de lokaliteit kunnen aangepakt worden. Dat is een nieuwe vorm van democratie en ik geloof heel sterk in deze nieuwe vorm van democratie. En daarin is de rol van de lokale overheid, denk ik, verpletterend, zeer belangrijk. In die zin dus dat ze vooral moet faciliteren om dat verhaal uiteindelijk een kans te geven om een zeer gedragen, solidair beleid in die zin, dus dat veel meer burgers ook verantwoordelijkheid dragen voor het beleid. Want nieuwe vormen van democratie betekent ook een veel grotere verantwoordelijkheid. En ik denk dat ouderen in dat perspectief, als ze willen meedoen aan een beleid, dat ze ook veel sterker hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat ze vandaag veel te weinig doen. Dus in die zin zal de liefde van twee kanten moeten komen. U eindigt met het feit dat die andere rolverdeling ook iets vraagt van de ouderen zelf of van die burger zelf. Maar het vraagt ook iets van de overheid. Professor Cadol, kunt u daar iets over zeggen? Ook even, u bent met het ouderenbeleid in de regio, hè, in Uden, op een aantal andere plekken bezig. Zijn we eigenlijk ook, is de overheid, ook de lokale overheid, zonder nou in specifieke gevallen te treden, is die nou al klaar om deze stap te maken? Is ze al in staat om te faciliteren dat ouderen zelf een stukje verantwoordelijkheid nemen? Professor Edwin Schipstal zal daar dadelijk vast ook iets over zeggen. Ja. Een half jaar terug hebben we iets verteld aan woningstichtingen over de situatie waar Nederland nu in zit, waar het gaat over de woonbehoeften van mensen, een steeds gedifferentieerde behoefte van ouderen. Je bent 30 jaar ouder, dus je hebt verschillende behoeftes, verschillende groepen.
We hebben iets verteld over de ontwikkelingen op dat gebied, naar aanleiding van ook behoefteonderzoeken, wat daar uitkomt. En toen zei de directeuren van Woningstichting, nou, dat was een zeer interessant verhaal. En toen zeiden we, nou, dat is altijd fijn om te horen dat dat... Ik zei, ik hoop alleen dat u niks nieuws gehoord heeft. Ja, 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 toch dit en toch dat. Ik zeg, dat is de ernst van de problematiek. Ik zeg, want er had al 5 jaar terug, 10 jaar terug, hadden er allerlei plannen moeten zijn. In feite, maar dat heeft ook te maken met wat Dominique straks de disengagement-theorie noemde. We hebben tot zeer recent, eigenlijk tot het begin van deze eeuw, ouderen niet serieus genomen. Ja, en we hebben ook de demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan hebben we niet serieus genomen. En dat betekent dat, dat geldt voor gemeentes die nu in hele korte tijd veel nieuwe taken op zich krijgen en waar met alle gevolgen van dien, de VNG als koepel, die is niet voor niets dat die her en der op de rem trapt. En dan gaat het niet alleen over de financiën die meegaan, maar überhaupt, ben je als gemeente wel klaar om die taak te vervullen? Nee, dat is niet zo, daar heb je tijd voor nodig en die tijd die heb je niet. Als woningstichtingen ben je niet klaar, want je hebt je er niet op voorbereid. Er gebeuren incidenteel in Nederland een aantal zaken die met buurt- of wijkontwikkeling te maken hebben, maar niet zodanig dat je ze uit kunt rollen, zoals straks Dominique zei, je zeggen, nou dat zijn de best practices, zoals het heet, die kun je als alle gemeenten, incorporeren. Nee, wij zitten nu aan de vooravond van veranderingen, terwijl waar we de veranderingen voor willen bewerkstelligen, dat proces dat is al 20 jaar aan de gang. Ja, ja. Dus, ja. Okay. Dus wij lopen achter de feiten aan en daar zit de uitdaging om. Wel een mooi beeld. Ja. Mooi beeld, dank. Ik wil de beide heren, want we moeten ze in bescherming nemen, die moeten ook naar Brussel toe. Ik wil ze niet laten gaan zonder dat u dat met een warm applaus hebt onderstreept. En zij krijgen voor onderweg nog een lunchpakket mee, is mij verzekerd. Goeie reis. En veel dank. Goeie reis. Dag. Dus. Dat is allemaal verzekerd. Ik heb eigenlijk de laatste vraag om ook even aan professor Gardol gebruikt. En om de stap te maken, want er zijn ook een paar vragen die eigenlijk meer aan de kant van de overheid liggen. Misschien kan de wethouder alles in eerste instantie even aanhaken op wat Tini Cardol zei, namelijk er komt een geweldige hoop op jullie af. En in feite heb je soms, hij verwoordde het zelf zo, kan ik me voorstellen dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk achter de feiten aanloopt en dat er heel veel moet. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, nou dat kan ik in die zin wel onderschrijven, hetgeen wat meneer Cardol zei leert, want we hebben het nu al over het ouderbeleid en alles wat er aan complexiteit omheen hangt. Daarnaast hebben we ook nog de transitie van de AWBZ. Nou, dat is ook een hele forse en grote operatie. Transitie jeugdzorg, om maar een paar te noemen. Dus er zijn allemaal grote klussen, waar ook nog veel geld mee gemoeid gaat. En waar we zeg maar als relatief kleine gemeente ook een beperkte mankracht en menskracht voor hebben. Dus enerzijds is het heel complex. Er gaat veel geld in om, dus dat is een kwestie van heel goed organiseren. En dan moeten we ook zeker verder kijken naar de schaal, alleen binnen onze gemeente en het land van Kuik. Maar zelfs ook nog groter om ons daar goed zeg maar, tegen te wapenen, om dat goed te organiseren te krijgen. Twee punten kunnen we daar gelijk op aanhaken van vragen. Maar ja, het moet wel fantastisch zijn om nu wethouder te zijn, of niet? Want je hoeft je niet te vervelen, volgens mij. U heeft aangesneden met uw laatste punt al dat je voor een deel ook als gemeente veel voor elkaar kunt betekenen. Nou was het mooi dat de titel van deze bijeenkomst ook een beetje was seniorenbeleid lokaal en regionaal met een vraagteken. Kunt u daar iets over zeggen of dat we mogen verwachten, want dat was ook een van de vragen, dat in de regio dat gemeenten elkaar ook in samenwerking opzoeken? Want als je een aantal van dit soort stappen samenzet, kan ik me voorstellen dat je verder komt. Ja, dat klopt. Met name op het terrein van de transitie, zoals ik die net noemde, doen we dat op grote schaal met 12 gemeenten en de transitie jeugdzorg zelfs op schaal met 20 gemeentes in Oost-Brabant. Maar als we specifiek naar het ouderenbeleid gaan, lopen we eigenlijk ook met name dan in het land van Kuik allemaal tegen dezelfde vraagstellingen aan van hoe gaan we het vormgeven. We hebben met name ook in onze gemeente, en dat geldt ook in andere gemeentes, krachtige
oudere organisaties, KBO's en hier melden ook de SWOM, maar die hebben we overal. Maar het is de vraag inderdaad van wat wil je per se lokaal organiseren en wat kun je in de regio organiseren. Nou, met name het behoefteonderzoek, zoals dat vandaag gepresenteerd is. Daar hebben we het ook een ander gremium met mijn collega wethouders ook al eens over gehad. Van wie heeft belangstelling om dat samen met ons in de gemeente te doen. Nou ja, de voordelen daarvan die zijn genoemd, richting benchmark. Maar als we dan verder kijken naar het beleidsschrijven wat er dadelijk bij hoort. Ook daar denk ik dat er heel veel raakvlakken zijn. Ik bedoel, de ouderen in Sint-Hubert. Die hoeft op een heel aantal vlakken niet anders te zijn dan de ouderen bij wijze van Vianen. Dus ik denk dat het belangrijk en ook nuttig is, ook gezien de beperkte tijd die we met z'n allen hebben en de veelheid aan werk die we hebben, dat het goed is dat we op de dingen waar we raakvlakken hebben, dat we in ieder geval proberen om op de schaal Land van Kuik tot een soort van samenwerking te komen. Ja. Anderzijds, en dat is een spanningsveld waar we een beetje in zitten, zeggen ook de lokale vertegenwoordigers vanuit de oudere organisaties, van het moet niet zo zijn dat we dadelijk gegeneraliseerd worden en dat het een grote eenheidsworst wordt. Dus ja, er zal een modus gevonden moeten worden van wat kunnen we met z'n allen organiseren. Maar wat is ook heel specifiek op de kern of de wijk of het dorp gerecht. Ja, mooi. Ik vond overigens een mooi beeld wat professor Verdeet in dat kader gebruikt. Waarbij je eigenlijk zegt het proces kan overal hetzelfde zijn, maar de uitkomst, het product, kan overal verschillend zijn. Dus je kunt op dat proces kun je prima dingen samen doen. En dat geldt wat u zegt, die ouderen in Langeboom zijn toch vergelijkbaar met op andere plekken. Maar de uitkomst kan in Langeboom heel anders zijn dan in Sint-Hubert bijvoorbeeld. Dus dat is denk ik ook een goede basis om die regionale samenwerking, die mogelijk vandaag ook een versterking nog kan krijgen. Een tweede vraag in het kader van wat u zegt, we hebben met veel beleid tegelijk te maken. Dus er was één vraag van iemand die zei, er is ook een gezondheidsbeleid, hè, een gezondheidszorgbeleid van de gemeente. Hoe verhoudt zich dat nu tot het ouderenbeleid? Gaan we dat nou allemaal op één hoop vegen? Of zijn het twee, hoe verbind je de dingen? Dat was eigenlijk de vraag. Het gezondheidsbeleid is een wettelijke taak die we hebben als gemeente. En daarin krijgen we vanuit Den Haag richting GGD en zo landt dat dan bij ons in de gemeente en in de regio. Daar hebben we een gezondheidsbeleidsplan te schrijven. Dat is iets wat we op de schaal Land van Kuik op dit moment oppakken. Maar het heeft wel heel veel raakvlakken met het ouderenbeleid. Dus het is de vraag van, schuif je het allemaal in je gezondheidsbeleid of schuif je het in je ouderenbeleid? Op de regio in ieder geval zijn we verplicht om een nota gezondheid of gezondheidsbeleid te schrijven. Maar heel veel afgeleiden daarvan die zullen ongetwijfeld ook in het ouderenbeleid terugkomen. Ja. Dus de verbinding wordt gelegd. Ja, ja. Eén laatste. Oh, er was daar nog een vraag. En dan ga ik naar de laatste vraag, want we moeten gaan afsluiten. Ja, dat is geweldig. Ik ben Henk Deuzink, voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen in Kuik. Ja, u gaf wel aan dat over het behoefteonderzoek er gesproken is met de verschillende wethouders. Ik ben benieuwd naar de antwoorden van die andere wethouders. Ja, kunt u er iets over zeggen? Nou, we hebben in ieder geval op het portefeuillehoudersoverleg welzijn er een keer over gesproken. En na deze bijeenkomst gaan we in ieder geval met een aantal bestuurders nog even naar de overzijde om door te praten over dit onderwerp. Ik heb ook bij de opening in mijn openingswoordje gezegd van ik hoop dat het die mensen die enige twijfel hebben om er aan mee te doen, om die te prikkelen, dat ze dadelijk aan het einde van de rit zeggen van we doen wel mee. Dat portefeuillehoudersoverleg is wel duidelijk. Tenminste heb ik wel het idee dat er in ieder geval een aantal gemeenten zijn die wel belangstelling hebben. Maar om nou dat ik namens Mil zeg van ik weet al definitief dat zij zeker mee gaan doen. Dat laat ik liever door de wethouders bevestigen uit die gemeente. Dus daar wil ik eigenlijk nog niet op vooruit lopen. Maar ik heb wel het vermoeden en het voorgevoel dat we wel een heel eind op weg kunnen komen. We zijn hoopvol, maar het blijft nog even spannend. Zo vat ik het maar even samen. Goed, ik ga naar een laatste vraag aan de wethouder. En ik vat die even samen, want er zijn vanuit bijvoorbeeld de KBO zijn nog wat vragen gesteld. We hadden van tevoren eigenlijk gezegd, die KBO komt in het proces nog volop aan te trekken, ook met klankbordgroepen. Dus die vragen hebben we iets minder zwaar gewicht laten. Maar als ik de vraag samengevat stel, dan is de vraag aan de wethouder, dat proces wat we nu aangaan, het nota ouderenbeleid maken, in hoeverre worden mensen daar nou bij betrokken om tijdens dat proces en na afloop, bij de uitkomsten, ook een betekenisvolle rol te kunnen spelen? Kunt u daar iets over zeggen? Ja,
We hebben, ik denk ongeveer een maand geleden, heeft de gemeenteraad hier het plan van aanpak vastgesteld. Van hoe te komen tot het ouderenbeleid. Daar is het behoefteonderzoek één onderdeel van. Maar met name ook in dat plan zijn de stappen beschreven van wie wanneer bij wijze van aan tafel komt. We beginnen dadelijk met behoefteonderzoek. Op het moment dat het behoefteonderzoek afgerond is, komt er een soort van conferentie waarin meneer Cardol ook weer toelicht wat de cijfers zijn en hoe we die moeten lezen. Vervolgens komt er ook een soort van klankbordgroep waarin zowel de KBO vertegenwoordigd zal zijn, de SWOM, mogelijk ook Radius, Pantijn. Maar dan gaan we eigenlijk weer meer naar de formule zoals die ook bij co-creatie gebruikt wordt. Eigenlijk de stakeholders die dadelijk invulling moeten gaan geven, die worden betrokken in de soort van klankbordgroep. Nou ja, dan komt er een soort concept. Die gaat ook weer terug naar een klankbordgroep en naar een soort van stuurgroep waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is. En zo geleiden we dat eigenlijk ook nog via een conferentie met raads- en commissieleden. Uiteindelijk richting gemeenteraad waar dan de besluitvorming plaatsvindt. Dus de intentie zit in het proces om echt de kwaliteit daarbij te betrekken. Dat wil ik nog wel aanscherpen. Het is niet alleen de intentie, maar het is ook beschreven in de aanpak. Heel goed, heel goed, heel goed. Zo gaat het ook gebeuren. Ja. Een kleine opmerking. Ik mis in de opsomming van meneer Schipstal de huisartsen. Ik denk dat de huisartsen in onze regio een hele belangrijke functie kunnen vervullen. En dat we die echt meer aan moeten spreken en meer moeten betrekken bij wat we aan het doen zijn. Er is onlangs van de Landelijke Huisartsenvereniging nog een rapport verschenen, wat eigenlijk heel kort samenvat erop neerkomt dat gemeenten en huisartsen nauwelijks of niet met elkaar praten en dat ze zelfs een heel verschillende taal hebben. Terwijl ze toch een hele belangrijke rol vervullen. Dus het lijkt me een mooie tip die u nog mee kunt nemen in het proces. Ja, nou ik neem die van harte aan. Ik weet ook voor 2012 al dat in de beleidsvisie van de GGD met name ook beschreven is dat de banden met de eerste lijn zorg aangetrokken moeten worden. En de klankbordgroep en de hele conferentie, dat is nog niet zo dichtgetimmerd van die partij wel en die partij niet. Dus die zullen we ongetwijfeld ook meenemen en daarbij betrekken. Oké, dank u wel. Ik wou hiermee het debat afsluiten met dank. En dat kunt u nog eens een keer onderstrepen, want ook de wethouder heeft een applaus verdiend. Het Nijverberg. We komen langzaam tot een afsluiting. Ik wil alvast één puntje even melden. Er zijn een aantal mensen die gevraagd hebben de PowerPoint-presentaties, hoe komen we daar nu aan? Ook als we niet uit mail komen bijvoorbeeld. Die worden geplaatst op zowel de website van de KBO's, maar ook op de website van de SWOM. En als u dat even noteert, dat moet www.swomil.nl, dus www.swomil.nl en dan nl erachter. Dan maakt het ook de mensen die uit Gennep of Boxmeer hier zijn het mogelijk om de PowerPoint-presentaties nog op te halen. Down to load heet dat, geloof ik. Goed, ik geef graag het slotwoord van deze bijeenkomst aan, althans het slotwoord, de mogelijkheid om ons nog eens een keer te prikkelen met alles wat we gehoord hebben aan Winfried Timmers. Heeft u meteen een reclame bij de hand? In focus. Mag ik me even kort voorstellen, Ben? Ik ben Winfried Timmers, maar dat had u al gehoord. Ik ben onder andere werkzaam als beleidsmedewerker in het kloosterdorp Stijl. Dat is reclame, dat kunt u nou weer vergeten. Het andere is dat ik ondersteuner ben van de WMO-adviesraden in Noordoost-Brabant en het bijzonder Land van Kuik. Met de enige vorm van verliefdheid naar deze regio. En die verliefdheid die begon een aantal jaren geleden. Ik kwam met mijn vader, die werkte bij de plantenziektekundige dienst, dat zal u niet zoveel zeggen. Die kwam hier aangereden en die moest bij meneer Seelen op de binnenplaats zijn. En die kent u misschien niet meer, maar sommigen van u wel en volgens mij een heel stel hier uit Mil. En we reden met de pick-up de oprijlaan op, ik stap uit en ik kijk om, want dat doe je dan als jongen van 11 jaar. En daar zie ik een hele grote schoorsteen en daar staat op van hout.
Dus mijn eerste contact met Mil is een van hele grote verwarring. Dat is de titel van mijn korte impressie van deze bijeenkomst. De paradox van Mil. U ziet niet wat u ziet, u hoort niet wat u hoort. Dus u moet echt ontzettend opletten, ook bij mij nou. En ik wil dat als thema even vasthouden, ook voor de komende tijd. Ziet u wel, hoort u wel wat u hoort of ziet? Dat zal ook na van vandaag werken. En zeker met zoveel cijfers en gegevens die u allemaal heeft gehoord. Wat mij opviel, is dat wij heel gemakkelijk in een soort fuik terechtkomen. En die fuik bestaat eruit, en dat werd eigenlijk het duidelijkste rond het woordje passieve participatie. Moet u eens naar uzelf kijken vanaf deze positie. En u zit nu allemaal te participeren. Ja? Passieve participatie. Heel gevaarlijk, hè? Want volgens mij wil u, als u zeker degene die op het puntje van de stoel zitten, die willen of gaan aanpakken of die willen iets gaan inbrengen. Dat mag helaas bij mijn verhaal niet, want ik moet het kort houden en ik moet er een monoloog van houden. Passieve participatie. En wij zijn al een hele tijd bezig om in die fuik verder te lopen. En ik ben blij met je laatste opmerking, Edwin, van wij gaan die fuik openknippen. Het gaat om co-creatie. Samen dingen doen, hè? En dan ook nog creatief. Dus dat is wel een belangrijk woord. Want anders blijft u in die fuik van de passieve participatie. En zeker voor ouderen, dat heeft u gehoord, hè? Is dat een heel groot risico. Want u doet er niet toe. Nou, dat kan natuurlijk niet, hè? We doen er wel degelijk toe. Dat mag ik met mijn grijze haren en mijn gedeeltelijk kale hoofd ook al zeggen. Waar wij dus middenin zitten is een heel groot kantelingsproces. En dat kantelingsproces, dat gaat niet omdat het ministerie van VWS de kanteling heeft uitgevonden, maar simpelweg omdat het in de lucht hangt. U weet dat in 2012 een heleboel staat te gebeuren, want dat is ons al lang geleden verteld. De Maya's hebben daar een kalender voor. Ze dachten dat de wereld afliep. Nee, de wereld is aan het kantelen. En ze hebben zelfs ronde kalenders in de Maya-cultuur. Dus die zijn niet vierkant, dat zijn niet omslagdingen, maar dat zijn wielen. Dus wij zitten in een kantelingsproces wat al een tijd bezig is. Kantelingsprocessen zijn er ook al, want in de antroposofie loopt nu de Christusperiode af. Dat heeft u waarschijnlijk niet gehoord. Ik weet niet hoeveel antroposofen in de zaal zitten. Sommigen misschien. Maar in de antroposofie hebben ze gezegd, vanaf 1400 is het Christusperiode begonnen. En het gaat niet om kerk, maar het gaat om de ontdekking van het individu. En dat kunt u waarschijnlijk wel wat plaatsen. Individu zijn we nog niet zo lang. Dat zijn we pas van ongeveer 12 tot 1400. Dus dat is eigenlijk nog vrij jong. En wij zijn aan het omdraaien nu. Wij ontdekken dat we zo ver doorgeschoten zijn in dat individu zijn, dat gaat echt heel ver, dat we nu gaan ontdekken of nood krijgen, om het op zijn Vlaams te zeggen, ja, nood krijgen aan vriendschap en gemeenschap. Nog een beetje voorzichtig, niet te snel allemaal, maar dat is aan de hand. We zitten echt in een heel groot kantelingsproces. Er is nog een generatie, en dat stond vandaag op internet, dat is de generatie Z. Dat is de generatie van twintigers en daaronder, en die leren allemaal dat wat wij in onze opvoeding aan kinderen en kleinkinderen meegeven, heel kort samengevat, ik is zelf doen, dat zeggen onze kleinkinderen ook tegen ons, opa afblijven, ik is zelf doen. Ja? Die generatie die is zo ingespeeld op zelfsturing, dat ze totaal geen behoefte hebben aan contact met anderen of sturing door anderen. Dus die kanteling gaat nog even door. Ja, ik zie al hoofden schudden. Maar gelukkig bent u van die andere beweging. U ziet al die andere beweging, dat er iets anders ook aan de hand is. Maar weet u wat een van de gevaarlijke dingen, lastige dingen van kantelen is? En we hebben een expert hier voor in de zaal zitten. Kantelen, dat maakt de meeste mensen ongemakkelijk. Bang zelfs. Want dan ga je een draai maken of je gaat een andere slag maken, je gaat op een andere manier je evenwicht opzoeken. En durf ik dat wel? Ja, je bent expert, hè, Ellie? Ja. Er zijn mensen die daar expert in zijn, maar de meeste mensen zijn ontzettend voorzichtig om te kantelen. En zeker als je een auto omgekeerd in de sloot ziet liggen, dan weet je dat kantelen heel gevaarlijk kan zijn. Moet je maar eens kijken hoe dat bij u zelf is.
En toch hebben wij hier in de gemeente een aantal voorbeelden van dat kantelen al een tijd bezig is. We vinden het niet altijd gemakkelijk, maar een daarvan is de club Storm. Misschien zegt u dat wat. Ja. En die kantelt dan zo hard dat je weer terugkantelt. Maar we hebben onderzocht, de senioren hebben onderzocht, of de gemeente echt ouderenproof is. Dus ingesteld op ouderen, op allerlei niveaus. En dat is een zelfsturend proces geweest. En dat heeft heel veel gegevens opgeleverd. Alleen de vraag is of het helemaal aansluit bij wat we nu kunnen en willen. Maar we hebben het al gedaan, we zijn al aan het kantelen geweest. Een heel duidelijk voorbeeld is wat buurtverenigingen nog doen, terwijl iedereen zegt, er zijn geen vrijwilligers meer, zijn er gewoon nog buurtverenigingen. Ja? En ik denk dat het in Langeboom en Wilbertoord en Sint Hubert en in Mil nog steeds aan de hand is. En ik zeg nog, maar volgens mij steeds meer aan de hand zou moeten zijn. Een ander voorbeeld van een kanteling is de senioren hobbyclub. Die zijn al een hele tijd geleden vanwege de werkloosheid noodgedwongen gekanteld. Want ze hebben de vraag gehad van blijf ik thuis zitten of ga ik iets doen met mijn kwaliteiten. Dus Mil kantelt al. En de ambtenaar, de WMO-consulenten hebben er een cursus voor gehad. Hè? Die moesten ook kantelen. Wat dan het spannende is, dat is dat met name gemeentebestuurders en politici het stuur kwijtraken. Zo gaat dat bij een kantelende auto bijvoorbeeld, maar ook in de politiek. Waar gaat dat sturen nou over? En de vraag is of we de overheid, of die dat stuur los durft te laten en rijinstructeur wil worden. Faciliteert dat je dat kunt leren en verder kunt ontwikkelen. En dat is heel spannend voor een bestuurder. Dat heet niet voor niets bestuurder. Om dat proces door anderen te laten doen. Dat is heel spannend voor ambtenaren die een controlehouding hebben. En gelukkig hebben, dat moet ik erbij zeggen, er zijn ambtenaren hier in de gemeente, helaas is er eentje overleden, mij heel dierbaar geworden, Marie van Zutphen, die dat dubbel had. Die wist hoe F's, hoe die speelde. En hoe je dat bevordert, want je kunt dat niet overnemen als oudere man. Hè? Die liet de F's spelen. En die kwaliteit die werkte door in de manier waarop wij in de burgerparticipatieraad hebben meegewerkt. En als ik het goed heb gevoeld, zijn er meerdere ambtenaren die kwaliteit ook hebben. Dus die weten hoe je aandacht hebt voor mensen en van daaruit jouw kwaliteiten instelt. Hoe je communiceert. Heel essentieel. Dus jullie hebben die kanteling volgens mij in huis. Mag ik als buitenstaander zeggen. Maar we hebben nog wat meer alternatieven voor dat kantelen en die zitten in de kringen van de KBO. Die zitten niet in Amerika. Ja, of het moet bij Horst Amerika zijn. Maar dat gaat over de voorbeelden van Elsendorp, de voorbeelden van Hogeloon, de voorbeelden van Schaik enzovoort, Haps. Waarin we zien dat ouderen kantelen, dat vrijwilligers kantelen en zeggen wij gaan de regie van voorzieningen op ons nemen. En als het goed is, is het ook van de week weer even aan de orde geweest. Misschien moeten we de winkels ook maar weer zelf gaan doen. En niet allemaal Jumbo's binnenhalen. Of achter Jumbo, het is heel lastig hè, want het is toch wel wat goedkoper bij de Jumbo. En ze hebben inmiddels ook zo'n ronde bank om te kunnen buurten. Elke Jumbo heeft dat nou. Maar de essentie is dat dus een heleboel voorzieningen, kleine winkels weggehaald zijn uit de dorpen. En daar doen wij aan mee, hè. Wij gaan naar die Jumbo's. Albert Heijn, ik weet niet waar u naartoe gaat, dat laat ik aan u. Maar wat we leren uit die kleine kernen is dat er ontzettend potentieel in onze eigen kringen is. En als je van achteruit de zaal inkijkt, dan zie je dat er heel veel grijs en heel veel kale hoofden zijn. Dus er zitten heel veel hersenen op. Heel veel talent. Want ik heb van mijn oma geleerd, op hersenen groeit geen haar. Goed, aan u om dat uit te zoeken. Ik vind ook dat er een heleboel... Jammer voor die mensen met veel haar, maar die hebben andere kwaliteiten. We hebben ook een heel groot potentieel wat het op die manier doet. En dat zijn onze mantelzorgers die zo stil doorwerken omdat ze afgepeigerd zijn of omdat ze die druk elke dag moeten hebben en ook er niet van slapen of wakend slapen. Ja, die gaan niet aan dit soort meetings doen op die enkeling na. Ik denk dat we het ook hebben, die kanteling, in de vorm van bijvoorbeeld een organisatie als Buurtzorg die managers afschaffen. Heel gevaarlijke opmerking, maar... U moet hem maar even meenemen en door laten denderen.
managers afschaffen. Heel gevaarlijk. Maar waarom zou je dit allemaal doen? Ik ben zo enthousiast van mijn eigen verhaal dat ik even de tijd in de gaten moet houden. Ik kreeg wat donkere blikken. Maar waarom zou je dit allemaal doen? Waarom zou u dat doen? En volgens mij zitten we dan op een heel groot probleem. Is namelijk dat er geen leidend visioen is. En u hoorde dat de beide professoren ook een beetje voorzichtig zeggen. Ik ben wel groot, maar dat zijn de uitkomsten, dat proces, dat reik ik u aan. En de uitkomst is aan u. Dus heel voorzichtig om echt hardop te zeggen wat je visioen is. En het is heel raar om tegen de gemeente te zeggen, jullie moeten gaan werken aan een leidend visioen. En dat moet wat anders zijn dan civil society. Dat is het visioen achter de WMO. Maar dat komt uit Engeland, dat moeten wij niet zo doen. Dus ik zou eens willen kijken, wat is het leidend visioen waar je achteraan gaat? En dat moeten we samen ontwikkelen. Dus in die zin hoort dat bij dat proces. Want als je dat niet doet, dan krijg je hele rare dingen. Ik heb er een paar opgeschreven. De productie van de zorg loopt terug. Weet u dat het economisch zelfs onzin is? Want er zijn zoveel mensen die behoefte hebben aan zorg. Dus zorg is een schaars product. En dat is een schitterende omgeving voor ondernemers. Maar de productie loopt, dat stond vanmorgen op internet, de productie loopt los. Loopt terug, loopt los niet meer. Waar heb je het dan over? De tijd meldt zich ook. Steunkousen aandoen is nu een helpende functie. En weet u, als u niet in het systeem zit, dan mag je bijna alles. Dan mag je zelfs insuline spuiten. En mantelzorgers mogen dus een heleboel wat al die professionals niet mogen. Gek, hè, eigenlijk. En ik hoorde nog een paar dingen, die wil ik u toch even geven voordat ik mijn verhaal afrond. Als je die cijfers van professor Cardol ziet, dan kun je het verstaan dat als nu er op één senior 4 werkende mensen zijn, dan zijn er straks maar 2 werkende mensen. Dat heeft u gezien, hè? Dus dan kun je dat delen. Dan moeten we dus eigenlijk de helft van de ouderen afschaffen. Ja, nee, gewoon, ik zeg het even, dat is heel vierkant natuurlijk, heel schandalig, zo de helft van de zaal. Maar zo praten wij in Nederland wel, want de vergrijzing is een kostenpost van je welste. Maar dat betekent dus dat de helft van de zaal er niet meer zou mogen zijn, als je die redenering doortrekt. Volgens mij doet u daar niet aan mee. Maar als je vaag praat, dan krijg je dit soort conclusies. Je zult uit Scandinavië komen en dan hoor je dat en dan zie je dat. Zeggen in Nederland gaat de helft van de ouderen ermee stoppen. Er zijn clubs zoals de Vrije Wil die zeggen, u moet uw vrije wil volgen, maar wilt u vooral gaan. Heel riskant. Goed, wij moeten meer buren krijgen, want dat kun je uit die rekensommetjes ook halen. Want er komen steeds minder buren en dat is een probleem. Nou, dan is de oplossing meer buren krijgen. Nou, ik zie dat wel, want die mensen uit de Randstad, die komen allemaal hier naartoe, naar Oost-Brabant en Limburg. Waarom? Omdat hier zoveel ruimte is, klopt hè, Leon? Ja. Ja. Maar volgens mij was dat niet wat wij bedoelen als het gaat om sociale cohesie. Er zijn goede uitzonderingen die heel bindend werken, maar de meeste komen om in een tuin te zitten met heel mooi uitzicht op dat groene landschap. Er mag een koe inlopen, maar hij moet niet stinken enzovoort. Paarden liever, ja. En dan een hek eromheen, zodat er niemand bij kan komen. In Amerika noemen ze dat resort of compound. Zou u dat willen? Maar als je die cijfers zo krijgt, dan denk ik van, oh, we moeten dus meer buren krijgen. Nou, volgens mij willen we dat hier niet. Ofwel, het salaris van de wethouder gaat omhoog, maar dat laat ik, ja. Oké. Het is dus ontzettend belangrijk om alert te zijn in dat hele project wat nu gestart gaat, het plan van aanpak is vastgesteld enzovoort. Maar tel uw vingers, maar tel ook uw zegeningen. En daar wil ik mee afsluiten. We hebben in de omstandigheid dat we hier zitten een aantal hele mooie dingen. En kort samengevat, dus de kracht van de kleine kernen. En dat is niet omdat je er iets mee hebt, maar of dat er hier voorzitters van Limburgse en Brabantse kleine kernenclub zitten. Nee, de kracht van de kleine kernen. En weet u, daar moeten wij voor gaan knokken.
Een buurgemeente, het begint met een G. Die gaan zo'n heel groot multifunctioneel centrum neerzetten, maar ondertussen worden alle wijkcentra afgebroken. Maar weet u waar de sociale cohesie zit? Niet bij de kassa en de receptie van dat MFC. Klopt, hè, Mariel? De sociale cohesie zal in de wijken moeten zitten en daar moeten wij op letten. Hoe krijg je die krachten bij elkaar? Hoe houden we die bij elkaar? En er is een heel belangrijke les en die wil ik u als slot meegeven. Wij hebben een traditie, wij hebben nog in ons lijf het geheugen zitten van wat de kwaliteit is van coöperatie. Ik weet niet, er zitten een paar mensen te schudden, maar dan moet u eens even terug gaan denken. Wat voel je daar nog van wat betreft de coöperatie? Toen wij in Hees kwamen, dan weet u meteen dat ik daar woon. Toen was er nog de diepvries bij de Boerenbond. Met van die schuine punten, het was er meestal wat smerig, maar ja, dat nam je op de koop toe. En toen we dat in Boksmeer hadden bij Janssen den Dreher, toen waren dat vierkante vakken. En dat was heel netjes, dus ondernemers zijn hele goede hulpen erin. Maar dat coöperatieve van die diepvriesvereniging hebben we afgeschaft. Het gebouwtje is afgebroken en er staat niets meer wat erop lijkt. Dus ook weg uit het geheugen van veel mensen. Maar die diepvries, dat was een uitkomst van wat er nodig was als je de spullen kocht bij de Boerenbond. Dat was onze coöperatieve inkoopvereniging. En weet u wie dat heeft gedaan? Dat zijn, en dat zat ook in het verhaal van professor Dominique Verté. Dat zijn dus de mensen die niks te maken hebben. En weet u, één suggestie wil ik u geven. Ga niet switchen van zorgverzekeraar, maar laten we een mail beginnen om een zorgverzekering op te richten. Weet u dat die is begonnen met dubbeltjes en centjes? Ja? En dan bent u van al dat gedoe af. Heeft u geen zorgtoeslag meer nodig. En dan krijgt u er ook geen hoofdpijn en buikpijn van in, wanneer al die folders binnenlopen in december. Ja? Laten we eens kijken wat voor power wij hier hebben. En dan doe ik, dat is eigenlijk niet gek, dan doe ik een beroep op de senioren om alles uit de kast te halen om te kijken wat ze zelf kunnen doen. Zodat het een paradox wordt in Mil, is dat ze zeggen van ik vind het fijn om oud te worden. Ja? Dus dat zijn zelfstandigen zonder problemen. Maar het is ook geen zorgzwaartepakket. En ik denk dat dat de paradox van Mil mag zijn. Dat je denkt dat je oud, grijs en niks waard ziet, maar dat er een gigantische kracht in zit. Dat wil ik u meegeven, in iets te veel tijd. Dank u wel, Winfried. De rode draad eigenlijk van alles wat ik gehoord heb en wat u gehoord hebt. Dat is meedoen en participeren. Dus uiteindelijk hebben wij vooral aan deze zijde achter de tafel en achter de microfoon verteld wat wij vinden en wat iedereen kan doen. Maar de uitkomst van het hele verhaal is dat wij eigenlijk betoogd hebben de hele dag van de energie, en daar begon ik straks ook mijn openingswoord mee. De energie ligt uiteindelijk bij de mensen in de zaal. U moet het min of meer gaan doen. En dat is uiteindelijk de boodschap waar u mee naar huis gaat dadelijk. Dat het passief participeren vandaag vanuit deze stoel nou omgezet kan gaan worden in de handen eraan. Want er is nog veel werk te doen. En wij hebben dan het geluk en ook het plezier om dat als bestuurder zeg maar te coördineren. Maar zeker niet dat wij de wetenschap hebben of het idee hebben van alle wetenschap ligt bij ons. Dus die ligt vooral ook heel veel bij u. Dus daarmee wil ik mee afsluiten. Wij gaan het behoefteonderzoek handen en voeten geven en daarmee aan de slag. Ik hoorde straks iemand opmerken van wanneer komt hier een eind aan en ligt er ook daadwerkelijk een nota ouderenbeleid. Nou, de opdracht die ik in mijn gemeente meegekregen heb is dat die aan het eind van het jaar klaar moet zijn. Dus dat is in de raadsvergadering vlak voor de kerst. Dus er ligt werk genoeg. Ook in de vakantieperiode gaan we daarmee door. Ik wil u van hieruit bedanken. Er zijn nog een aantal mensen die ik speciaal mag bedanken. Daar ga ik Leon aankijken, want die schoof straks een tasje bij mij tussen de benen. En daar kan ik in ieder geval Winfried mee bedanken. En ook de dagvoorzitter vandaag, meneer Essers. Als jullie even naar voren willen komen, dan doe ik dat officieel.
bij jou ben. Van harte bedankt. Ik denk dat het idee is, dat doe ik net zo met kleren kopen. Als ik twee blouses zie, dan denk ik, pak ik nou de groene of pak ik de blauwe. Dan maak ik het altijd makkelijker, pak ze allebei. Zo zal het met de rode en de witte wijn ook zijn. Alsjeblieft. Bedankt. Rest mij nog om u allen te bedanken en een aantal genodigden, maar die hebben het in de uitnodiging gezien. Daarmee praten we nog even na in de raadskamer van het gemeentehuis. Dat zijn in ieder geval mijn collega-wethouders die hier aanwezig zijn en ook de voorzitters van de KBO. En nog een aantal meer, maar die zijn bekend dat ze aan de overzijde verwacht worden. Voor de rest wens ik iedereen een wel thuis en ik hoop dat u een inspirerende ochtend gehad hebt en dat we hier met z'n allen mee verder kunnen. Dank u wel.